Oké, okay, ja. En, ja, we zijn live. En dan hou je helemaal je gezicht stil. Ben ik live? Ja, we zijn live. We zijn echt live. We moeten even wachten. We moeten sowieso even wachten. En waarom doen we nou geen intro, vraag je af? Nou ja, leg uit. Ja, omdat ik gewoon... Ik wil dat Lego logootje in beeld hebben, onder andere. Ik wil gewoon goed geluid. Ik wil deze gebruik kunnen maken van deze mooie microfoon, onder andere. Daarom. Ja, en toch heb je een klein beetje vertraging nu. Wat is dat nou weer raar? Ja, met je geluid, met je stem. Check. Echt? Nou, ja, een seconde. Ja, joh, weet je, zometeen ben ik nog kleiner in beeld dan soms zelf dan. Ja. Nou, we zitten nu op dit moment op 44 kijkers. Jongens, het gaat weer beginnen. Nou ja. Sorry, Inge. Nee, doe maar, Chris. Doe maar. Vandaag, mensen, voor als je nu inschakelt, kijk je naar de 30ste aflevering van Podiumshow. En dan alles op wat eraan vooraf ging. Maar goed, de Podiumshow. 30 afleveringen vandaag. Ja, echt. Wat een primeur. Nou, en ik zei net tegen je van, goh, we houden het nog steeds vol met elkaar, hè? Toen zei jij van, ja, het publiek houdt het ook nog steeds vol met ons. Maar ja, dit is... Chris, ben je nou niet met me eens dat dit eigenlijk de beste relatie is die je kan hebben? Zoals wij met elkaar omgaan? Van de online... Is dit het nieuwe normaal, Inge? Dit is helemaal het nieuwe normaal. Ja, laten we het daar maar op houden. Maar goed, we zitten nu op dit moment op 90 kijkers. Dus ja, alles vol. Dan zeg ik, let's go. Let's roll. Nou, we hebben vanavond wel een hele bijzondere gast, waar ik echt blij van word. Ik word alleen al blij van haar aanblik en van haar stemgeluid. Dat is alleen al prachtig. En daarnaast heeft ze ook nog heel veel zinnigs te melden. Dus ik ga haar erbij halen. Want vanavond hebben wij op het podium Mirai. Yes. Welkom, Mirai. Hoi. Hallo. Goedenavond. Ja, we zitten op dit moment al op 115 kijkers, dus je wordt al door 115 mensen bekeken. Iedereen kan genieten van jou. De deur is open van de zaal. Er lopen constant mensen in en uit, maar dat maakt niet uit. Allemaal zonder mondkapje, hè? Heerlijk is dat. Laten we dat vooral volhouden, inderdaad. Gaan we dat vanavond over hebben eigenlijk, Inge? Over mondkapjes en dergelijke, of over corona of zo? Mag je dat bespreken of zeg je van nee? Nou, ik wil er niet al te uitgebreid op ingaan. Helemaal niet over het aantal besmettingen. En nee. Maar ik bedoel... ik ook niet. Maar in grote lijnen natuurlijk zullen we het daarover hebben. Want ja, dat is natuurlijk waar we middenin zitten. En de reden dat we elkaar allemaal kennen en spreken natuurlijk. Ja, precies. Ik geef het woord aan Mirai. Mirai, wie ben jij voor de mensen die jou nog niet kennen, die jou niet volgen op YouTube? We hadden het net al over je leeftijd, dat mijn jongste zoon jou op 28 schatte. Maar je bent iets ouder, tot mijn grote schrik, want dat had ik dus ook nooit verwacht. Maar niks zeggen, even een rondje voor de mensen thuis. Geef even een cijfertje. Oké, mensen, lieve mensen. Sorry. Hoe oud denken jullie dat Mirai is? Is. En nou wel even allemaal heel positief natuurlijk, hè? Niet beginnen met 88, want nee. Dat, 1988. Nou, ja. 1988. Ah. Nou, ik heb natuurlijk geen bril op, dus mochten jullie af en toe denken van wat zit dat mens al met haar snuffert in dat scherm? Dat is omdat ik anders de comments niet kan lezen. Okay. Nou, de 10 seconden is voorbij, de eerste reacties en dan gaan we door, want anders is het weer zo'n belerend minuut. Kijk, nou, de eerste reacties. 42, 39, 40, 35. Iemand zegt, net als ik, 45, 32, 43, 45. Gemiddelde 40. 38, 34, 32. Nou, kijk, dit zijn toch echt wel complimenten, of niet dan? Het is 19 mensen, nee. Dat voel ik me wel. Nou, onthul het voor ons allemaal, anders ziet verder in spanning. Hoe oud ben je? 44. Nou, ik had het je nooit gegeven. Maar dat is ook omdat jij gewoon zo'n frisse uitstraling hebt. En gewoon jouw smile en jouw stemgeluid echt heerlijk. Nou, ze blijven nu doorgaan. Oh. Volgens mij hebben we zo meteen... We weten het al. We weten het inmiddels al. Nou, we gaan nu even naar het wat serieuzere gedeelte. Mirai, wie ben jij? Wat doe jij? Ik heb begrepen dat je ook kindjes hebt, dat je mama bent. Hoe is jouw ontwakingsproces gegaan? En hoe ben jij gekomen tot hetgeen wat jij nu doet? Dus ik geef het woord aan jou. Ja, ik ben Mirai, 44. Ik ben inderdaad moeder. Ik heb een dochter van 16.
En ja, ik ben vorig jaar op YouTube gegaan. Ik ben dus YouTuberd. En waardoor is dat gekomen? Omdat ik, ja, zeg maar, heel veel narcistische mannen in mijn leven heb gehad. En daar ben ik achter gekomen na een lange tijd. En dat is eigenlijk ook de rode draad van mijn leven geworden. Ja, is dat. En ja, dat komt dus eigenlijk ook omdat ik codependent ben. En eer dat je daar achter komt, ja, dan was ik inderdaad wel, inderdaad, 40 was ik toen. En ja, waarom trek je dan die narcistische mannen aan? En nou ja, toen ben ik innerlijk werk heel veel gaan doen. En bij de psycholoog, innerlijk kindwerk, bij de mentor en heel veel therapieën gedaan. En ja, doordat die ene narcist mij ook heel erg gestalkt heeft, het was echt geen leuke periode en ik zat echt rock bottom, toen kwam ik in een dark night of the soul. Dat is een donkere nacht van de ziel. En ja, je kan het vergelijken met een burn-out of een flinke depressie. Maar ja, ik vind het meer, dit is de spirituele benaming daarvoor. En ja, het is eigenlijk zo dat je in een donkere tunnel zit en er is geen licht. Dat duurt heel lang voordat je daar bent. En ja, sorry dat ik je onderbreek, want als je bijvoorbeeld drugs of alcohol gebruikt, en in de kliniek heb ik gezeten, een paar jaar geleden, en daar waren ook inderdaad mensen die waren codependent. Ik zat in Engeland dan, even codependent, codependent. En inderdaad, waar je bij drugs of alcohol inderdaad van je dus drugs of alcohol moet afkicken, is het effect natuurlijk van dit soort verslaving, of dit soort gedrag, of psychische aandoeningen, natuurlijk een hele depressieve status of inderdaad en gevoelens van angst en dat soort dingen, of niet? Ja, klopt. Klopt helemaal. En inderdaad, als je voor een alcoholverslaving, dan ga je naar de AA bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de CODA en dat is speciaal voor mensen met codependency. Ja. Maar kun je dat woord uitleggen? Want ik denk niet dat iedereen weet wat het betekent. Even uitleggen, denk ik, ja. Codependency is inderdaad, komt uit Amerika vandaan, maar in Nederland noemen ze het medeafhankelijkheidsstoornis. En ik heb zo'n gruwelhekel aan dat woord. Echt, dan zie ik iemand voor me met een mes of zo. En ja, nee, ik hou ervan om gewoon codependency te zeggen. En ja, dat is gewoon dus dat jij je afhankelijk opstelt naar de buitenwereld. Jij bent de redder, jij bent de pleaser, jij cijfert jezelf weg. En ja, om maar een ander te helpen, maar je loopt jezelf 3 keer voorbij. Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind, en dat is waar wij het voordat we de uitzending begonnen ook nog even over gehad hebben vanmiddag. Ik wil hier heel graag met jou een aparte uitzending aanwijden. Waarom? Omdat het mij ook persoonlijk heel erg raakt. Ik heb dus ook bijna 9 jaar een narcistische partner gehad met borderline. En ik weet vanuit mijn omgeving dat er heel veel, met name vrouwen zijn, die een narcistische partner hebben. En waar ik het de volgende keer, als jij bij ons komt, echt de hele uitzending aan wil wijden, is hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hoe je dat herkent, hoe je daarmee omgaat, hoe je daarvan loskomt, wat je nou allemaal tegenkomt. Dus daar wil ik het echt, echt heel graag, en jij hebt ook gezegd dat je dat wel wil doen, een andere uitzending helemaal aan gaan wijden. Waarom we je vanavond bij ons op het podium hebben, is ja, ook een beetje de actuele stand van zaken in de wereld, waar we eigenlijk altijd mee beginnen. En met name, hoe gaan we daarmee om? Want waar ik het elke keer weer over heb, is dat er zoveel mensen zijn die depressief zijn, die het niet meer zien zitten, die suïcidaal zijn, mensen die heel veel verdriet hebben, last van huilbuien. Heel veel berichten, hè? Ja, ik krijg echt heel veel berichten. Echt schokkend, moet ik eerlijk zeggen. Soms dan denk ik wel eens van, ja, ik ben gewoon hulpverlener geworden via het podium. En dat doe ik met alle liefde, hoor. En ik kan ook de zorgen van andere mensen gewoon wel naast me neerleggen. Maar ik vind het wel zeer verontrustend als je ziet wat dat met name met lichtwerkers doet. Hè? Jij bent ook een lichtwerker, dus ik geef nu weer het woord aan jou. Hoe ben jij erachter gekomen dat je een lichtwerker bent? En hoe is dat? Wat betekent lichtwerker voor jou? Mm-hmm. Ja, nou, het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Want waar ik dus net over sprak, over die Dark Night of the Soul, ik zat zo rock bottom door. Ja, want het was eigenlijk waar ik verder op door wilde gaan, dus niet meer over de codependentie en de narcisme, dat doen we de volgende keer. Maar inderdaad wel, van als je dan zo rock bottom zit, ja, en toen ontstond dus eigenlijk het idee van, hey, wat, ja, er komen zoveel vragen in jou. En je gaat dus door die tunnel om nog eventjes daarop terug te komen, want ja, dat is ook gewoon een depressie. En toen je dan eindelijk uit die tunnel kwam, je bent jezelf niet meer, je bent dan een ander persoon geworden. Je bent een nieuwe ik. Dus jouw oude ik is er gewoon niet meer. Dus jij schrikt van jezelf, want je moet jezelf opnieuw leren kennen.
de buitenwereld, de mensen die vertrouwd zijn, die herkennen je niet meer. En dat ja, wil ik toch wel vergelijken met inderdaad mensen die in een depressie zitten en die het nu heel erg zwaar hebben. Geef nooit op, dat sowieso. En ja, toen ontstond wel mijn roeping dat ik denk van ja, ik ben hier met een reden. En alle lichtwerkers die hier zijn gekomen, de Three Volunteers, hè, Dolores Cannon had het daar ook over, die zijn de Three Waves gekomen. En ja, het zijn, oude zielen. Ik ken alles van Dolores Cannon, ik zweer het. Ja. Zij hebben 30 boeken geschreven of zo, toch? Of 38 boeken geloof ik of zo. Heel nou, veel. Gaan we het hier over hebben? Fantastisch, Inge. Dit is te gek. Sorry, ik ben altijd, mijn beste voorbereiding is geen voorbereiding. Dus, nee, wij bereiden nooit wat voor. Go with the flow. Nee, op de een of andere manier vallen wel weer de juiste gasten op het podium. Ik ben heel benieuwd inderdaad. Nou, ik wil heel graag over de Three Waves of Evolution praten. Zeker weten, dat boek heb ik zelf ook inderdaad. Het zijn Three Waves of Volunteers, hè? Het zijn vrijwilligers. Sorry, volunteers, zo heet het. Ga door met je verhaal, sorry. Ja, dat zijn oude zielen. Mensen die hooggevoelig zijn, HSP'ers. En ja, die ontwaakt zijn. Dus nu, die nu echt weten van, hé, hiervoor ben ik hier. Ik ben hier niet zomaar. Ik heb hier een missie te doen. En die komen dan spiritueel uit de kast. En die komen met hun licht, wie in ze zit, ja, het bewustzijn verruimen van de mensheid. Juist. Ja. En welke wave ben jij? Ik denk de tweede. Ja, ik denk de tweede. Want even, als de mensen, voor de mensen die niet weten waar we het over hebben, brand los, Mirai. Wie is Dolores Cannon en wat is de Three Waves of Volunteers? Dolores Cannon, ja, ze leeft helaas niet meer, maar dat was een vrouw en die deed heel veel jaren onderzoek naar regressietherapie. Dus bracht ze onder hypnose en die vertelde iedere keer eigenlijk ja, hetzelfde, los van elkaar. Los dat ze wisten dat ze hetzelfde zeiden. En ja, iedereen die had zo zijn verhaal. En ja, ook dat ze met een missie hier dus kwamen. Ja. En de eerste generatie is, dat zijn eigenlijk, daar zitten enkele van onze ouders misschien bij. Hè? Of dat is de generatie van onze ouders, zeg maar. En de third wave, of de derde golf van deze volunteers, oftewel vrijwilligers, dat zijn onze kinderen eigenlijk. Hè? En nou is het ook zo. Nou, Dolores Cannon, want zij bracht mensen onder een bepaalde soort hypnose. Dat ging zo diep en dat zij kwam uiteindelijk altijd dezelfde entiteit of diezelfde higher soul tegen, toch? En die is voor iedereen hetzelfde. Juist, ja. We zijn allemaal connected. Dat is het mooie, hè? We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja, dat is gek, joh. En vertel verder, wat doe jij met dit soort info en hoe maak je mensen wakker dan bijvoorbeeld? Nou ja, sowieso natuurlijk via mijn YouTube praat ik ook wel over spirituele onderwerpen. Dus echt over het bewustzijn. Hoe lang doe je dat al? Een jaar. Een jaar. Oh, dat is nog maar vrij kort. Nou, het is zo kort als ons. Zo kort langer als ons. Ja. Nou, wij zijn nu ook een jaartje of zo bezig. Een jaar en 4 maanden of zo. Ja, en is ik al zo lang. Dan gaat het vooral ook over dat ik ze probeer aan te moedigen om zelfreflectie te doen, om naar binnen te keren, om het innerlijk werk te doen. Want daar valt heel veel te behalen. Want mensen zitten nog heel veel in angst. En ik heb het ook wel eens over de bewustzijnsschaal van Dr. Hawkins. En als jij dan omhoog op die ladder gaat, want onderin daar zit schuld, apathie, schaamte, angst. En daar tril je gewoon heel erg laag. Het is een zware energie. Terwijl hoe hoger jij komt op die ladder, ja, dan heeft, stel dat jij op 500 zit, zeg maar op liefde, dan alles wat daaronder zit, heeft geen invloed meer op jou. Dus alles wat in de buitenwereld nu angst projecteert, om daar nog weer even op terug te komen, want er wordt gewoon angst gezaaid nu, heeft geen vat op jou, omdat jij al hoger in bewustzijn zit. Dus daarom is het innerlijk werk ook heel belangrijk. En hoe sta jij in de situatie waar we nu in zitten, in alles wat er om ons heen gebeurt, met een naderende tweede extreme lockdown, als we het hebben over vaccinaties, gedwongen vaccinaties, dat is toch wel iets waar heel veel mensen ook heel veel angst voor hebben. Laten we eens proberen ons kanaal te verbannen inderdaad. Ja, ja. Maar ook al geshadow bent, hè, door YouTube. Ja, brandlos. Het is toch allemaal een scam. Ja, daarom. Wij zijn alles wel gewend inmiddels. Dus je kan gewoon echt alles zeggen en we zien naderhand wel hoe we daarmee dealen. Ja, toch. Nou, ik neem sowieso geen prik, geen vaccin voor mij, ook niet voor mijn dochter. Ik geloof dat er nanobots in zitten en dat ze cyborgs van ons willen maken. Hoppata, dat is eruit. Ja, dat is ook hoe wij het zien. Ja.
En wat betreft die lockdown, ze kunnen je zo gek maken als dat je wil. Ik ben vrij. Al zetten ze me in een politiestel, hier ben ik vrij in mijn hoofd. Mijn bewustzijn is vrij. En beperkingen, we zitten nu in een beperkte of een gedeeltelijke lockdown. Zo voel ik het ook nog steeds niet. Ik ervaar dat zo niet. Maar ik snap voor mensen dat er, ja, die gaan bijvoorbeeld naar een kroeg of naar... Het wordt allemaal ingeperkt. Ja, en ook in de winkels. Ik vind het vooral naar de winkel gaan, vind ik echt vreselijk gaan. Ja, dat is echt thuisbezorgd.nl. Ja, echt. Ja, ja. Dat is echt wel weer, dat vind ik eigenlijk wel weer, ik wil eigenlijk de lokale suffertje of supermarkt wil ik wel weer steunen dan, zeg maar, weet je. Want ze gaan al kapot, want het hele MKB, alles wordt ook bewust kapot gemaakt natuurlijk. Ja. Ik ga gelijk even naar de comment. Lydia Blond zegt, en hoe kan je mensen overtuigen dat besmettingen niet erg zijn? Mensen hameren zo op besmettingen en dat je een gevaar bent voor anderen. Kun je daarop reageren, Mirai? Nou, dat vind ik dus die verdeel en heers. Van, je hebt zeg maar grofweg gezegd twee kampen. Je hebt de schapen en je hebt de complotgekkies. Het is verdeel en heers. En de complotgekkies die volgen braaf de regels op. De complotgekkies zijn de rebellen. Hè, die zijn rebels, want die door jou liggen de intensive cares vol. Wat krijg je? Ja, je krijgt gewoon een strijd. Ja. En die strijd is wel aangewakkerd door de media en door de overheid, vind ik. Hoor. Want dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik stond bijvoorbeeld gisteren nog in de winkel. En op de een of andere manier, als ik in de winkel ben, dan moet ik er wat van zeggen, weet je. Ik moet altijd, zitten nu inmiddels allemaal met een mondkapje op. En dan zeg ik, vanmiddag was ik in Landsmeer. Zeg ze tegen die vrouw van, ja, maar wat vindt u daar nog van? Dus ik keek me helemaal aan van, die vraag had ze gewoon nog nooit gehoord, volgens mij. Ik zeg, ja, maar dat mondkapje. Ik ga niet in discussie. En ik ook bij de FOMA hier ook bij mij, winkel zit heel kort hoor. En dan zeg ik zo tegen die vrouw, ook weer zo'n vrouw achter me. Ik zeg, nou mevrouw, ik zeg het ook gewoon lekker hard inderdaad. Weten we nog wel allemaal dat we dus 0,2%, 0,2% slechts sterft hieraan. En dan zei er zo'n vrouw heel bij de hand, met zo'n oogkap op. Je zou maar net die 0,2 zijn. Oh jee. Ja, oh, vreselijk. Nou, inderdaad, om terug te komen op de vraag in het scherm, hoe overtuig je inderdaad mensen die niet overtuigd zijn? Mirai. Ja. Zeg het maar, hoe overtuigen ze? Hoe maak je die schapen wakker, zeg maar? En heeft dat überhaupt nog zin om die echte slapers wakker te gaan maken? Want in mijn optiek heeft dat geen enkele zin meer. Als je nu nog niet wakker bent, nou, volgens mij ben je verloren. Sommigen zijn echt niet meer te redden en dat is heel erg. En die zijn vaak genoeg gewaarschuwd, maar ze snappen het niet, ze willen het niet snappen. En ja, die hebben ook dan het innerlijk werk niet gedaan, want anders jouw bewustzijn, het heeft alles met bewustzijn te maken. Wat voor mij heel bevrijdend werkte, en dat zul je misschien thuis ook wel herkennen, je bent de mens, of jij als persoon, kan heel makkelijk iets of aan anderen de schuld geven van het leed wat jou wordt aangedaan. Het jij hebt gedaan, of het komt daardoor. En inmiddels heb je een enorme hoop met frustraties en moeilijkheden allemaal opgebouwd, inderdaad. En pas als je daar verantwoordelijkheid voor gaat nemen, echt gaat erkennen van nou, wat is jouw rol geweest in die situatie? En echt puur alleen dat gaat bekijken en dat accepteren, dan gaat er al een wereld voor je open, mensen, kan ik je vertellen. Plus ook het feit, wat je nu zegt, is er eentje. Maar een tweede is bijvoorbeeld het innerlijk kindwerk. Daar zit ook, wij hebben jeugdtrauma's, kindwonden, waar we voor wegrennen. Waardoor wij een leegte in onszelf voelen. En waar gaan wij dat zoeken? In de buitenwereld. Door aan de drank te gaan of door aan verslavende middelen te gaan zitten of een relatie op relatie naar relatie zoeken. Dus al die verslavingen komen daaruit voort. En dat heeft inderdaad allemaal met angst te maken. Wij zijn bang. En het moment wanneer je dan naar binnen gaat en ja, toch aan durft te gaan en jouw pijn durft te gaan voelen en daarna durft te gaan kijken, dan komen we ergens. Dat is ook... En waar komt het trauma als kind vandaan, aangezien we als kind blijkbaar allemaal trauma's meemaken? Mm-hmm. Toevallig heb ik dit van de week ook in een podcast gehoord, dit hele gesprek. Dat inderdaad, dat jij als kind, al is het een situatie waarvan je nu denkt, nou, dat kan toch nooit een trauma geweest zijn, dat dat destijds misschien voor jou op dat moment een hele traumatische gebeurtenis was. Ik kan me bijvoorbeeld zelf herinneren, dat... Weet je, we waren allemaal nog jong, ik was een jaar 5, 6, 7. Een van mijn eerste herinneringen is dat we waren aan het voetballen in huis, beschoten met de bal op de verwarming en dat die buis die brak. Dus er spoot al dat ding eruit. En toen weet ik nog, ik kan me letterlijk herinneren aan alles, ik zag in mijn hoofd het hele huis vol lopen met water en wij allemaal drinken natuurlijk. En dat heb ik toch, ik kan het me zo weer herinneren, alsof het de dag van gisteren was, heel bizar. Maar ik weet wel dat ik dus later met mijn tante sprak, die is 9 jaar ouder dan mij, en die schoot die bal geloof ik of zo, weet je, ook als kind. En die zei toen dat ik inderdaad extreem
extreem getraumatiseerd inderdaad pas. Inderdaad, ik kan me het helemaal niet meer herinneren natuurlijk. Ik kan me alleen maar herinneren dat ik dacht dat het... Dat is een van die trauma's, denk ik, of zo, heel apart. Ook zeker zo, ja. Dus dingen die je eigenlijk niet zo heel eng zijn, heel eng kan ervaren als kind. Dat is er zeker eentje. Maar ook bijvoorbeeld vanaf de baarmoeder, dat je al nog in de buik van een moeder zit. Dan kan je al een traumatische ervaring hebben. Door de emoties van de moeder kan het kind het voelen, want je zit vast met een navelstreng. Je kan een symbiose, een symbiotische relatie hebben met je moeder bijvoorbeeld. Een van je ouders kunnen emotioneel niet beschikbaar zijn tijdens jouw jeugd. Dat kan fysiek zijn, emotioneel. Je kan gepest zijn als kind. En als kind heb je natuurlijk niet het bewustzijn als dat je nu hebt. Dus alles komt veel dreigender binnen. Ja, en dan heb je het nog niet eens gehad over geboortetrauma, hè? Ja, maar dat lijkt me heel apart, maar dat las ik ook in jouw verhaal van tevoren, geloof ik, toch? Jij kan dat herinneren, of jij kan je herinneren dat je hierheen kwam, of dat je hier bent, waarom je hier bent gekomen of zo, maar weet je, het feit, wij kunnen dat de geboorte toch niet herinneren als een trauma, zeg maar. Nee, dat kan je niet herinneren, maar dat is allemaal op energetisch niveau, denk ik dan maar. Ja, zeker. Want dus, als je inderdaad bijvoorbeeld, ik heb wel eens van die 3D-opnames van bijvoorbeeld kinderen in de buik, toch? Dat zijn wel levende wezens met een geest en wel zich bewust, toch, om zich heen kijken. Dus dat zal ongetwijfeld wel registreren ergens van wat gebeurt hier allemaal, toch? Ja, zeker. Want dat vind ik wel een mooie ezelsbeeld, want jij bent wij zijn allen een spiritueel wezen die gebruik maakt van het lichaam, of is onze geest een creatie van de hersenen? Nee. Wij zitten in een tijdelijk menselijk lichaam, dit is ons avatar. En dat is ook mooi om dan weer het stapje te maken naar 3D en 5D. Dit is 3D en wij zijn gewoon multidimensionaal. Wij zijn spirituele wezens, dus wij zijn... Ja. Zielen. Wij zijn bewustzijn. Wij zijn eindeloos bewustzijn. Wij zijn licht. Wij zijn liefde. Wij zijn energie. Alles. Ja, en het is... Ik besef me dat ook... Ja. Oh, sorry, je viel even weg. Maar ik besef me dat ook inderdaad. Weet je, als je hoe meer erover leest, hoe meer je dat probeert te begrijpen, dan besef je inderdaad... Dat moet ook wel zo zijn. Hè? We zijn echt niet dat wetenschappelijke ongelukje wat ze ons allemaal willen aanpraten. En inderdaad, de creatie van de hersenen en na je dood is er niks. Mijn moeder is op dit moment stervende. Zij gelooft in die wetenschappelijke illusie dat het na de dood is het klaar. Maar ik probeer het natuurlijk op allerlei manieren wijs te maken, letterlijk. Van, mam, ik geloof dat er inderdaad leven is na de dood. Hè? En zij is heel binnenkort stervende, kan ik je vertellen. Dus ik hoop dat ik haar nog kan bereiken, maar... Zij sluit zich eigenlijk inmiddels af voor al mijn samenzwerige praatjes. En mijn vader al helemaal natuurlijk. Dus ja, dat is een moeilijke situatie. Dus we hebben nu afgesproken. Ik had gisteren nog gesproken, Inge, toevallig. Oh. Uiteindelijk, hè. Van, ik ga naar zondag erheen. Maar we gaan nergens over praten. Nee. dat maakt niet uit. Ik hoef het ook niet elke keer te melden, weet je, bij haar of zo. Maar ik zou zo graag willen vertellen dat er ook zoveel... Je hoeft niet in je, als je dat gaat geloven, het is niet eens een geloof, hè? Het is gewoon een soort realisatie. Jij bent toch een goddelijk, of in ieder geval spiritueel wezen, is toch meer, jij bent toch meer als je lichaam, toch? Ja, je laat je lichaam achter, maar je bent gewoon een ziel die doorgaat. Yeah. En dan krijg je ook wel een spirit body. Ja, maar dat vind ik een goeie. Want wat versta je daaronder, een spirit body? Ja, ik vergelijk het wel eens met in die films, dat je dan zeg maar zo'n ghost ziet. Dus je ziet wel een gestalte, zo'n witte... Maar niet van vlees en bloed natuurlijk. Nee. Ja, en sommige mensen kunnen dat zien. Of er zijn ook wel eens opnames geweest van, weet je, dus inderdaad, of je kan geloven of niet. Maar er zijn meerdere gevallen dat je dus die geest ziet, zelfs waarschijnlijk ziet opstijgen. Wat vind je nou bijvoorbeeld, wat gebeurt er na de dood volgens jou? Nou, er bestaat geen dood. Dus je laat je lichaam achter. Ja, optisch zie je iemand er weggaan uit dit leven. Ja. Maar nee, dan ga je gewoon door naar de volgende dimensie. Ja, ik heb ook wel eens iemand zien sterven. En je ziet letterlijk het licht. Het licht. Ja. Ja. Mensen denken dat je ziel in je lichaam zit. Maar wij zitten in onze ziel. Ja. Huh? Kun je dat meer uitleggen voor mensen die nu zoiets hebben van... Wat zegt ze nu? Ja, dat is gewoon zo. Dat ik ook had, hè. Wij zitten in ons... Maar dat is... Ja, natuurlijk, wacht even, ik snap het. Wij zijn natuurlijk ook een projectie van binnenuit, zeg maar. It is a dream in a dream. Ja, oké, maar dat vind ik ook heel apart. Want ik heb in deze dream, wat ik wel heel graag wakker in heb, mijn kinderen. En mijn kinderen zijn echt.
En het is toch zo raar om te denken dat het eigenlijk allemaal puur... Maar dat is wel wat de kwantumfysica ook zegt, de mensen. Dit is allemaal een creatie van jouw bewustzijn. Het is ook holografisch, althans dat wil ik geloven. Hoe zie jij de realiteit eigenlijk? Hoe zie jij deze construct? Dat het een simulatie is, een simulatiesysteem. En dat wij hier tijdelijk zijn. En soms denk ik wel eens dat dit, een simulatie is van Satan. En dat die van God, dat dit een kopie is. Alleen een foute kopie. Dus dat hij die heeft afgepikt. Hij heeft het gekaapt, inderdaad. En helemaal, als ik het zeggen mag, verkracht heb. Gewoon echt met alles slecht en al het foute wat je maar kan verzinnen. Vandaar al die entiteiten en die elites en alle slechtheid. Ja, en dat is ook de reden dat wie zijn natuurlijk, sorry Inge, jij bent... Als we het dan hebben over innerlijk werken, want dat is waar jij heel vaak over spreekt. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Hè? Als je het hebt over naar binnen keren. Ik weet dat dat voor heel veel mensen gewoon zweverig klinkt. Dat ze denken van ja, ik zit hier op de bank. Ja, hoe keer ik dan naar binnen? Wat doe ik dan? Hoe doe ik dat? Ik vind het ook moeilijk hoor, in die zin. Ja. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, mediteren en je chakras in balans gaan brengen. Maar dan weten ze het ook niet. Dus nee. Wat ik dus eigenlijk... echt bedoel is van ga naar een psycholoog en weet van waar heb jij last van? Heb jij angsten? Praat jij nog veel over vroeger? Heb jij daar nog dingen niet verwerkt? En ga dan gewoon echt fysiek naar een therapeut, een coach of een psycholoog met die angsten of met jouw probleem. Mm-hmm. Dat bedoel ik meer. Wat mij ontzettend heeft geholpen toen ik in de kliniek zat, was in 2017 geloof ik. Dat heb ik toen 3 maanden gezeten in Engeland en toen moest er dus een van de opdrachten, en daar mocht je ook weken over doen. Dat is ook een wekenlang werk, het is ook een verwerkingsproces. Die opdracht was ook het verwerkingsproces voor mij helemaal. Want na die opdracht was ik klaar en heb ik 3 weken lang met mijn hand achter mijn hoofd gezeten, voor mijn gevoel, weet je. Toen was ik was genezen, zeg maar. Maar wat mij dus heel erg geholpen heeft, is je levensverhaal schrijven. En hoe meer je gaat schrijven, hoe meer je gaat herinneren, en dan komt dat eigenlijk allemaal op tafel. En, het mooiste is, niemand hoeft het te lezen. Uiteindelijk, na het einde van die kliniek, moest ik het verbranden, alle papieren. Ik heb 200 pagina's geschreven met de hand. Dat werkte enorm bevrijdend. En dat heb ik dus ook overgenomen. Ik schrijf mijn frustraties als de haan, zeg maar, van me af, toch? Dus het zijn allemaal van dat soort projectjes eigenlijk. En het houdt mij ook op de been. Dus tip van de sluier, mensen. Heb jij ook het 12-stappenplan gedaan? Ja. Op een gegeven moment moest je tegen een wildvreemde toch ook gaan zeggen. Trouwens, weet je, maar dat 12-stappenplan, dat komt ook weer. Dat komt van een uiteindelijk, als je dan gaat kijken, waar komt dat 12-stappenplan vandaan? Dat komt van een Ouija-board, geloof ik af. Hè? Van zijn entiteit die ze hebben opgeroepen. Ja. Ja. Ik vind het iets heel goeds. Want het is namelijk, omdat je ook, zeker in het 12-stappenplan, moet je alles aan een hogere entiteit. Toch, weet je, dat wordt toch een beetje, ik geloof dat stap 1, 2 of 3 is of zo. Dat je, als je dus, althans het was in Engeland en zo, als je dan niet zelf verantwoordelijkheid kon nemen of sommige dingen, daar kun je niet niks aan doen en dat moet je dan aan een hogere macht afgeven of zoiets. Een hogere macht, dat kan ook gewoon. En dat is uiteindelijk weer, ik weet niet precies hoe het zat, maar dat was weer een scam achter of zo. Ik heb het al eens gehoord, het komt echt van zo'n seance achter gebeuren af. Ja. Oké. Nou. Maar ik vind het trouwens ook een prima plan. Het heeft mij ook heel erg geholpen. Dus toch. Maar, en ik kom op hele duistere sites, weet ik wel. Het zal allemaal wel een conspiratie zijn, weet ik wel. Eén bron is geen bron. Mirai, hoe is het bij jou gegaan voordat jij op YouTube ging doen wat je doet? En wat doe je daarnaast? Help je gewoon los van de video's die je maakt ook gewoon mensen in de praktijk? Ik weet niet wat jij verder in het dagelijks leven doet, maar ik zie het bijna haast voor me dat mensen gewoon bij jou thuis komen om hun problemen op tafel te leggen. Het zei, dat herken ik ook wel, dat veel mensen ook wel e-mailen. En dat vind ik super fijn. En ook op Insta, dat je gewoon echt berichten krijgt met hun verhaal en dat ze dat ook willen delen. Dat vind ik heel bijzonder. En ja, ik ben nu een intensief traject aangegaan. Ik word coach in wording, ben ik. Dus ik ben nu met een opleiding bezig voor coach. Om mensen te helpen de codependency te gaan doorbreken. Ja. En als ervaringsdeskundige, dat is zo fijn. En dan moet je al minimaal 5 jaar alles op de rit hebben, geloof ik. Hè? Of niet? Zoiets of 3 jaar, wat is het? En daarna kun je die opleiding toch eens doen, geloof ik. Althans, dat is bij drugs, is alcohol zo, geloof ik.
Oké, ja, want waar ik dan mee te kampen heb gehad met codependentie is niet met, ik ben niet alcoholverslaafd geweest of aan wat voor middelen, maar meer relatieverslaving. Dus dat betekent ook niet dat je van de een naar de ander gaat, maar dat je in een destructieve relatie blijft. Dat is de relatieverslaving. Ja, ik heb zelf ook in mijn leven gehad. Sorry, ik wil helemaal niet heel veel aan het woord zijn hoor. Maar het is wel een lekker dynamisch gesprek zo. En aangezien ik de enige testosteron, ik heb ook wat te zeggen als narcistische man. Nee, nee. Maar ik weet wel dat ik ook inderdaad in mijn relaties, ik kom ook altijd wel vaak dezelfde soort types tegen. En ik loop tegen dezelfde dingen aan, weet je. En hun ook met mij, hè. Ik kom ook in dezelfde soort relaties terecht, waarin ik dezelfde rol ga spelen die ik eigenlijk helemaal niet wil spelen. En dan kom ik eindelijk weer een vrouw tegen of zo. Of weet ik wel, een van de vrouwen die ik dan tegenkom, die dan heel anders lijkt. En dan ben ik weer snel uitgekeken. Of het is ook niet zo dat het een voorwerp is. Maar dat die pakt toch je interesse niet. Want je bent toch gewend aan het oude model, zeg maar. Die modellen. Ja, nou, daar herken ik ook wel heel erg veel van. Ik bedoel, ik had op een gegeven moment echt een patent op borderliners. Het was echt niet te geloven. Alsof het op mijn voorhoofd stond van ik zoek een borderliner. En dan was ik een nieuwe man tegengekomen, helemaal in love. En dan had ik zoiets van ja, maar dit kan gewoon geen borderliner zijn. Deze keer zit ik gewoon goed. En ja hoor, het bleek weer een borderliner te zijn met alle ellende van dien. Ja, en weet je wat het mooie is? Wij mensen die denken dan van, zo dacht ik ook, ik heb pech in de liefde. Maar dan is juist het moment inderdaad om te denken van hey, innerlijk werk. Wat zit er in mij waardoor ik zo iemand aantrek? Ja, ja, absoluut. En als je daar echt mee aan het werk gaat en je haalt echt de onderste steen boven, dan kom je gewoon zoveel tegen. En sindsdien is gewoon, ja, alles is gewoon veranderd voor mij. Echt. Ik ben nu gewoon. Ja, dat vind ik een goede opmerking. Ik ben gewoon super gelukkig met mezelf. En, nou ja, ja. Weet je, deze situatie kan je ook wel voorstellen. Want ik was ook heel depressief op een gegeven moment geworden. En alles mislukte natuurlijk in mijn leven. En ik heb nog steeds geen moeite bereikt. Ik word steeds ouder. En het blijkt steeds meer belangrijk te zijn. Wat heb je dan bereikt? Hè? Of het feit is, ik heb er een zootje van gemaakt. Heel depressief. Zit ik in een kliniek, kom ik terug. Heb ik nog steeds zo geld. Zit ik nog steeds in dezelfde situatie. Maar ik voel me top. Ja. Dus wat is er dan veranderd inderdaad? Het is het feit dat je inderdaad, net zoals ik hier via die therapie ben ik dus verantwoordelijkheid gaan nemen. Echt gewoon over nadenken op die manier. Ga je ook echt anders naar de zaken kijken. Dat hebben zo geholpen. En toen ben ik het leven. Dan is die situatie in één keer heel anders. Terwijl je in dezelfde situatie zit. Dus dat kun je nu misschien nog niet voorstellen als je heel erg depressief bent. Hè? Die uitzichtloze situatie. Kon ik me ook niet voorstellen. Maar uiteindelijk zul je iets moeten doen. En bij mij was het dan de optie of de oplossing alles voor je afschrijven. Weet ik wel. Nou ja, dat is een. Je kan het ook gewoon inspreken op je telefoon. Praat het van je. Ja, vertel je gewoon je verhaal 10 keer. Of weet ik veel hoe vaak je het nodig vindt. Dat is ook een optie. Ja. Ook net zijn, dat vond ik ook een hele mooie waar je heen wou. Dat is wel het pad van zelfliefde opgaan. Ja. Dat is het. Absoluut. En spiegelwerk. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van mirror work. Spiegelwerk. Dus dat je gewoon echt voor de spiegel gaat staan en tegen jezelf zegt, diep in jezelf, in je ogen aankijkt van ik hou van je en wat doe je dit goed. Ja. Dat is gek. Dat is raar de eerste keren. Ja. De eerste keer is dat echt, dan voel je jezelf gewoon helemaal koekoek. Dat je denkt, wat ben ik hier in vredesnaam aan het doen? Is er ook iemand die mij hoort praten? Er is toch niet iemand die mij ziet, want ze laten me gelijk opnemen. Want dat is het gevoel wat je krijgt. Maar het werkt echt. Het werkt absoluut. Ja. Maar dat is ook gezonde grenzen voor jezelf aan gaan geven. Ja, precies. En ik geloof ook dat als je bijvoorbeeld dingen voelt, als bijvoorbeeld dat je dingen bij heel erg jaloers kan zijn of zo. Hè? Dat zijn eigenlijk dingen die je op een ander projecteert, want jij bent jaloers op diegene, maar eigenlijk, of ben je in een relatie of zo, maar eigenlijk is het eigen gedrag of zo. Het is ook een soort spiegel, is dat. Hè? Hoe moet je dat precies uitleggen? Nou, helemaal goed. Alles is projectie. Dus als jij ruzie hebt met je partner en jij zegt, ja, maar door jou voel ik mij zo. Nee, de ander heeft een. Je wordt getriggerd. Dus iemand raakt iets in jou aan door een opmerking of door wat dan ook. En dan ga jij die ander de schuld geven, terwijl jij ook kan denken van, hey, wat voel ik nu? Wat heeft de ander bij mij aangeraakt? Wat kan ik daaraan doen? En het bij jezelf gaan zoeken. Dus voordat je gelijk in die emoties schiet, of voordat je jezelf helemaal kapot, over gaat nadenken en gaat piekeren, ga gelijk die vragen van je stellen. Wat is mijn aandeel in deze situatie? Ga deze echt serieus over nadenken. Want dat heeft, wat je zegt, dat heeft mij ook zo geholpen. Ja, inderdaad, nou Cor, ik heb een tijdje niet gesproken, man, trouwens.
Maar goed, gaan we nog even, trouwens, Cor, ik ga jou... Dit is ook trouwens, Mireille, dit is inderdaad, deze man, die zou hier prima bij passen, misschien voor de volgende keer. Want die is helemaal, ook in deze, dit soort talk. Dus dit is inderdaad een heel leuk gesprek, lekker dynamisch. Maar goed, eventjes om terug te komen inderdaad, hè? Want leven naar de dood en de geest. Oké, maar we zitten hier in een reïncarnatie recycle machine. Hè? Nou, deze vraag stel ik wel meerdere gasten. Zitten wij hier gedwongen of zitten wij hier vrijwillig? Nou, ik denk toch wel dat we hier zelf afstand hebben gedaan van God. Wij hebben afstand genomen van onze creator, van onze schepper. Zo zie ik het, dat wij hebben gedacht van hoe zou het zijn als we zelf. En van daaruit zijn wij hier ingekomen. Dus wij zaten bij God en ja, we zijn gewoon naar beneden, we zijn eruit gezet. Soort van. Alleen, we hebben er zelf voor gekozen. En hij zegt van, weet je wat, ga dan lekker zelf, maar als jij het zo goed kan, ga dan zelf maar scheppen. Want wij zijn zelf creators. En wij gaan nu weer terug de ladder. Hebben wij zelf gecreëerd. Dat is het gewoon. Ja, en de karma erbij. En ik denk dat wij nu weer terug gaan de ladder op. Terug naar God. En ja, 21 december is ook een hele belangrijke datum. Kijk, daar gaan we weer. Komt 21 december weer. Ik ben destijds op 21 december 2012 getrouwd. Want ik was ook helemaal geïntroduceerd gewoon. En het was natuurlijk uiteindelijk een teleurstelling dat er niks gebeurde. Althans, we zijn nu 8 jaar verder. Althans, ik ben inmiddels ook alweer gescheiden natuurlijk, zoals jullie weten. Maar oké, en nu blijkt het, heel veel mensen hebben het erover inderdaad. 21 december 2012, wat gaat er gebeuren, Mina? Nou, sowieso is het 8 jaar zitten wij vooruit. Ze hebben ook gemanipuleerd met jaartallen. Dus we zitten nu, zeg maar, in 2012. Ja, dus ook dat is daar is mee gefukt. Zoals met heel veel hier in deze matrix. En Jupiter en Saturnus komen op één lijn te staan. En dat is, dat heet een conjunctie. En dat is één keer in de heel weinig jaar. Of, de vorige keer was 1625 of zoiets. Dus dat is heel lang geleden. En dan, een vorige reset. Een reset. Dit is een reset. Sorry. Gaan we naar een nieuwe tijd toe. Dus wij gaan vanuit het visserstijdperk, vissen, gaan we naar Aquarius. Wij gaan van 3D, waar macht, controle, heerschappij, al die shit is, gaan we naar 5D, naar onvoorwaardelijke liefde, naar compassie, naar begrip, mededogen, liefde voor elkaar, begrip. Dus, ik vind het heel positief. Ja, heel positief. Maar we hebben nog zeg maar 2 maanden, maar als ik om me heen kijk, niet zo positief natuurlijk. Alles gaat kapot, alle economieën gaan worden gesloopt. Het is ook in wat voor frequentie of status je ook bent. Wij zijn collectief verbonden aan het lot wat ons nu wordt aangedaan. En wij zullen als collectief moeten gaan besluiten. Gaan we dit accepteren of niet? Toch? Beetje die kant op. Ook spiritual level. Gaan wij ons dit laten aandoen? Basaal. Ja, maar hoe doen wij dat met zo weinig, in mijn optiek, wakkere mensen? Als het gros nog gewoon zo diep in slaap is, hoe komen wij... Nou, ik vind het wel, deze vraag sluit erop aan. Want in die Three Waves of Evolution, dat ben ik even, want ik heb die boeken 10 jaar geleden gelezen. Want wat zou er op een gegeven moment ook weer gebeuren na die Three Waves of Evolution? Ik kom er inderdaad een 21 december 2012 moment waarin we allemaal in één keer pling. Hoe zie jij dat? Nou, volgens mij hebben we 2 aardes naast elkaar en die gaan langzaam van elkaar af. Zo heb ik het begrepen. Ah ja, tuurlijk. Oké, dat was het. Ja, juist. En we moeten dus een keuze maken of we die slechte... Het is voor jezelf. En ik snap het. En op een gegeven moment, dus als jij echt bewust gaat kiezen voor die goede kant, dan zul je zien dat corona voor jou gaat wegappen. Mm-hmm. En als je blijft focussen op het negatieve, dan gaat corona natuurlijk alleen maar erger worden. Precies. Ja. Precies. En ik zie hier een vraag. En nee, want ik geloof ook dat de Bijbel... Dat wou ik ook weten. En alles gemanipuleerd is. Want er staat in een helle vuur en een angstige God. En daar geloof ik niet in. Dus het antwoord is daarop nee. Maar je gelooft wel in zo'n soort godheid, de creator zijnde. Ja, sowieso. Maar ook niet meer. Hoe zie jij dat voor je dan? Hoe zie jij, mensen hebben een bepaald beeld bij God. Maar wat voor beeld Ik weet niet of mensen dat weten thuis. Ik weet niet of mensen dat weten thuis. God in de Bijbel. Je hebt in het Oude Testament is een ander soort God dan in het Nieuwe Testament. Dus inderdaad, nog wat een en ander te vertellen. Mireille, sorry. Even kijken waar ik nou gebleven was. Hoor. Het is nou ineens... Gewoon, ik geloof ook niet meer in een geloof. Ik heb nu vertrouwen in God. Dus ik ga niet meer fysiek naar een kerk of zo. Want het zijn allemaal systemen. Dus,
Ja, nee, ik geloof ook in dat. Wat denk jij wat mensen gaan ervaren vanaf 21 december? Hè? Sommige mensen hebben het idee dat er van alles gaat gebeuren. Dat we buiten van alles en nog wat gaan zien. Dat we van alles gaan voelen. Dat er van alles op het plan staat. Hoe zie jij dat? Wat denk jij wat gaat gebeuren? 21 december, na 21 december. Je hebt het nu over Project Bluebeam. Dus ze zeggen inderdaad dat de dingen aan de hemel en aan de lucht worden geprojecteerd. Dat is ook weer projectie, zodat de mensen ook weer meer in angst gaan komen. En of dat nou aliens zijn of Jezus. Want er komt ook iemand, hè, de redder zou komen. Terwijl wij zelf de redder zijn. Ja. En dat gaat ook allemaal komen. Ze voorspellen 3 dagen of 10 dagen duisternis. Nou, dit kan ook betekenen of je wifi gaat eraf en we hebben geen elektriciteit en geen water meer. Dus zorg gewoon voor flessen water in je huis. Maar het kan ook betekenen dat er heel veel shit naar buiten komt, wie heel lang in doofpotten zijn gestopt. Dus dat er heel veel, dat wij een informatiebom krijgen van allemaal dingen die verborgen moesten blijven. Ja, maar geloof jij dan ook in het hele Trump-Q-verhaal? Nee, juist niet. Juist leg niet. Leg uit. Q staat gewoon voor kwetselkotel. Dat is een gevederde duivel. Heel veel komt gewoon terug uit Egypte. Wat allemaal shit is. En Trump is in mijn ogen de valse profeet. Hij is naar Jeruzalem gegaan. Die heeft het als hoofdstad weer bestempeld van Israël. Dat staat overal ook geschreven. Dat gewoon... En de Joden of de Israëliërs daar, die zien in Trump ook een verlossende rol. Hij is een beetje, hij maakt de weg vrij voor hun Messia. Ja. Dus en hun geloven dat heel sterk trouwens. Want als je naar Israëli's, niet dat ik naar Israëli's tv kijk, maar ik heb er wel eens reportages over. En die mensen die zijn daar tot op het hoogste niveau heel erg bezig met deze profetieën inderdaad. En Trump speelt daar een hele grote rol in. Ja. Let op mensen, blijf wakker en hou je ogen open, want die man is niet veel goed. Nee, maar weet je, wat ik wel heel positief vind, trouwens, in deze situatie nog, want hij is, kijk, dit is nog wel even, het gaat nog een tijdje door, we zitten natuurlijk in een plan tot 2030, maar als hij gaat winnen, die verkiezingen, over enkele dagen, dan hij heeft gezegd, dan is het einde COVID, zeg maar. En dat zou toch wel Europa, misschien best Europa, dwingen mee te bewegen in een nieuwe manier van denken. Dus ik ga echt proberen. En het raar is, nou, om het vast te knopen als het vorige stukje. Hè, de laatste dagen had ik me expres minder met COVID bezig gehouden. Mm-hmm. En toen leek het zo waar, de besmettingen voor mezelf in één keer, alsof ik in die tijdlijn kwam, dat het inderdaad wel de goede kant op zou gaan. Er kwam in één keer Trump met allerlei positieve uitspraken. Ik ga in die flow blijven zitten, 100%. Ik ga ook de What the Fuck Show ga ik anders doen, want ik ga niet meer die negatieve dingen doen. Ik ga wel beter. Chris, wat hoor ik nu toch? Echt, je maakt me helemaal blij. Ik moet op die tijdlijn komen, dan zit ik op die klote tijdlijn. Op de positieve tijdlijn moet je zitten. Ja. En ik kan overal grapjes over maken. Dan ga ik al minder naar Mark Rutte kijken. Hij ligt toch al alles bij elkaar. Ja. Goed, dat is niet eens een vraag, maar dat heb ik heel vaak. Dan stop ik gewoon met praten en dan hoop ik dat jij gaat reageren. Ja, want je moet gewoon echt inbreken af en toe, hoor. Want als Chris één keer op dreef is, nou, dan kunnen wij net zo goed samen gaan koffie drinken. En dan denkt Chris na een half uur, waar is ze nou? Nou, oké, maar we zijn nog steeds de vraag was nog steeds niet beantwoord. Wat gaat er nou dan, waarom is die datum zo belangrijk? Wat gaat er fysiek gebeuren, denk je? Die 21? Ja, wat gaan we daarvan meekrijgen? Wat gaan we voelen? Wat gaan we zien? Ik denk dat als jij op de goede tijdlijn zit, dat jij heel veel positiviteit meemaakt. Dat denk ik. Ja, maar een soort spiritual awakening, nog even extra erbovenop of zo. Hij zit sowieso collectief in een dark night of the soul. Dit is ons dag des oordeels. Dit is onze kruisiging. Er zijn heel veel mensen die gewoon echt diep in de shit zitten waar Inge het al over had. En dit is een test ook in jouw bewustzijn. Ben jij alles bereid te geven om jouw vrijheid terug te krijgen? En hoe gehoorzamer je bent, hoe erger het wordt. Dus... En ik krijg nog een gruwelijke ingeving. Dan heb je natuurlijk ook die twee tijdlijnen. Waarin je hebt dus of de tijdlijn waarin je in het nieuwe digitale fraudesysteem gaat terechtkomen. Of je hebt de tijdlijn, de positieve tijdlijn, dat je inderdaad, omdat je dus hebt gekozen voor die positieve tijdlijn, dat je van je schulden wordt bevrijd, het Jesara Nesara systeem. Dus dat je daar op die tijdlijn komt. Dus omdat je het uiteindelijk op die positieve tijdlijn zit, zul je er schuldenvrij vanaf komen. Dit wordt een fantastisch leven gewoon. Zeg maar.
Je maakt Mirai helemaal blij, die begint helemaal te stralen. Ik kijk altijd naar beneden, want ik ben gewend, omdat ik aan de telefoon altijd zat, telefonisch verkopen. Dan kijk ik ook altijd naar beneden, want je ziet namelijk niemand. Maar dat is het volgens mij redelijk. Het mooie is, ja. Ik even een beetje praten. Laten we Mirai daar even op reageren. Ja, sorry. Ik vroeg me eigenlijk af of ik nou jouw bewustzijn heb verruimd, of dat je zelf het inzicht kwam. Nee, dat wou ik zeggen. Jij, althans, ik vraag me elke aflevering weer af, welk puzzelstukje gaat er weer voorbij komen? En jij geeft mij die ingevingen, want jij laat me inderdaad op die manier nadenken. Oh ja. Dus geweldig, top. Als jullie Mirai komt en die gaat ons bewustzijn verruimen, ik denk, ze liggen de lat wel heel hoog. Kijk eens wat hier gebeurt. Dit is al niet te geloven. Ja, Mirai, ik weet je dit, want ik heb wel de, net zoals dat jij bijvoorbeeld codependency hebt, vind ik trouwens wel even een goeie, want hoe ga je er nu mee om trouwens met je codependency? Wel even op inhaken, want ik ben niet meer codependent. Nee, ik kan hem doorbreken. En ja, ik heb hem overwonnen. Ja. Ja, ik ook. Ja, zeker. Want je wordt ook zoveel sterker als je... Als je die nieuwe persoon bent, hè? Ja, en dan is het ook niet meer... Je bent nog steeds misschien wel vatbaar voor sommige zaken, maar het is niet meer die impact dat het vroeger had, denk ik. Klopt. Nee, je gaat echt zo in je kracht staan. En normaal zoek je je eigen waarde in de buitenwereld. En die ga jij nu jezelf geven. Ja. En dat is wat met die 12-stappenplan het probleem. Want je begint altijd, ik ben verslaafd. Ik ben Chris, ik ben verslaafd. Weet je, je blijft jezelf constant maar... Is afwijzing. Eén grote afwijzing. Ja, en dat is dus, dat was een van die dingetjes in het 12-stappenplan wat niet helemaal lekker is. Weet je? Dus hoe sta jij daar tegenover? Hoe zie jij, wat zijn bijvoorbeeld die entiteiten, of die duivelsentiteiten, wie zijn dat? Hoe komen ze hier? De fallen angels, denk ik, hè? Ja, maar dan heb je het wel weer over de Bijbel. Oké, maar niet alles is niet... De vraag was, geloof je in God van de Bijbel? En die Bijbel, en de Bijbel, daar zit natuurlijk ook wel waarheden in. Maar er is heel veel ook verdraaid. Absoluut. Ja. En het grappige is Quetzalcoatl, die kent vele namen in de vele geschiedenis. En zo worden een heleboel grote... in een heleboel volken heb je een soort Quetzalcoatl-achtige figuur. En daar wordt ook dezelfde figuur mee bedoeld. Osiris zou ook Quetzalcoatl zijn. Ik noem maar een gek of zo. Iets met Egypte ook. Nee, niet Osiris, maar... Geloof ik, een andere god of zo. Je hebt ze wereldwijd. Ik heb die Quetzalcoatl. Dat is inderdaad een heel bijzonder figuur. Kun je daar iets over vertellen? Over Quetzalcoatl. Wie is dat? Die gevelende... Daar weet ik niet zoveel van. Ik weet alleen dat hij er is. En ik weet ook dat Baphomet er is. En dat zijn wel de gevallen engelen. Als je het er toch over hebt. En het rare is ook. Het typisch is. Die gevallen engelen. Die worden ook in de Bijbel benoemd. En die hebben gewoon. Die worden ook met bij naam genoemd. Bijvoorbeeld in het Boek of Enoch staan. Dat ze helemaal beschreven. Ken je wel de Boek of Enoch? Het boek van Enoch. Toch? Denk ik. Het boek van Enoch, dat is van de Dode Zee-rollen. En dat zijn eigenlijk in 1947 zijn daar in potten al de meest recente, althans de ongewijzigde teksten bedoel ik, die dus al 2000 jaar verborgen lagen, zijn daar toen ontdekt. Waaronder alle originele Bijbelboeken, maar ook extra boeken, waaronder de Book of Enoch. En Enoch is de overgrootvader van Mozes, geloof ik, weet ik veel, of Noah. Weet je? En die heeft uiteindelijk, en Enoch, dat was hem. Enoch die wordt ook gelinkt als zijnde een Quetzalcoatl-achtig figuur of een soort goddelijk-achtig wezen. En dat is een heel interessant verhaal, maar hij heeft het ook over die fallen angels en hoe dat allemaal zo gebeurt. En in Genesis 6, dat is het verhaal dat de gevallen angels naar de aarde komen. En dat ze inderdaad met de mensheid samen gaan, oftewel DNA manipuleren. En het enge is dat wat jij nu ook net allemaal vertelde, dat lijkt allemaal zo bij elkaar verbonden te zijn. Want die elite zijn natuurlijk bezig met hun duivelse plannetjes. En ze lijken wel inderdaad, of ze dus zeker met al die duivelse entiteiten contact hebben, letterlijk. En poorten naar deze dimensies aan het openen zijn. En dat lijkt ook Is weer CERN, hè, waar je dan op uitkomt. Dat is een portaal. Ja, want wat weet jij daarvan bijvoorbeeld? Hoe zie jij CERN? Nou, dat een portaal is waardoor de entiteiten er naar binnen komen. Ja, en dat zeggen ze letterlijk zelf. Hè? Want voor de buitenwereld is het natuurlijk het prestigieus project. Oftewel een deeltjesversneller waarin ze gaan onderzoeken waar atomen zijn opgebouwd. Door ze op elkaar te smashen met lichtsnelheid. Maar het is enorm complex. Kost 100 miljard, weet ik veel wat.
Het verbruikt ook 100 miljard kilowattuur, geloof ik. Hè. Het onttrekt zijn energie vanaf het internet. Als je gaat kijken naar mensen thuis, als je gaat kijken naar de presentaties die bijvoorbeeld de mensen geven, achter de wetenschappers, achter het hele CERN-project, zul je zien dat hun letterlijk, wat Mirai zegt, letterlijk contact hebben in een andere dimensie met wat zij noemen Lovecraftian Old Ones. En daarmee verwijzen ze naar de boeken van H.P. Lovecraft. En de Old Ones, de ouden, zijn fallen angels uit de Bijbel. En dat is die elite, weet je, die satanische club, die inderdaad heel erg gelovig en heel erg in Satan gelooft, zijn ze mee bezig. En zij zijn letterlijk, die plek waar CERN is, dat is de locatie waar vroeger de god Osiris of de god Apollyon werd, of Abaddon werd aanbeden. En Abaddon staat weer in de Bijbel beschreven als de gatekeeper van de hel, of de sleuteldrager, weet ik veel. En wat ook wordt beschreven in die profetieën, waaronder ook voor de Joden, noem het dan maar op, de poorten naar de hel gaan geopend worden. Dit wordt wat, oké. Goed. Nou, lieve mensen, hier gaat Chris weer een nieuwe haantjestheorie over schrijven. Dus hij kan hier heerlijk op verder gaan borduren. Mirai, wat kunnen mensen nu doen om zich voor te gaan bereiden op wat er gaat komen? Wat kun je zelf doen? En als we het dan bijvoorbeeld ook hebben over... er wordt verwacht dat we hele zware tijden tegemoet gaan, waarin we ook hongersnoden en dergelijke gaan krijgen. Mensen die al aan het hamsteren zijn, en dan heb ik het niet alleen over wc-papier, maar met name over voedsel wat lang houdbaar is. Ik maak me bijvoorbeeld best wel zorgen over het hele vaccinatiegebeuren, maar ik maak me ook zorgen over mijn moeder van 88, die 3 straten verderop woont, van wat als we in een lockdown komen en ik kan niet meer voor haar zorgen. Dat zijn allemaal zorgen die de meeste mensen om ons heen hebben. Dus hoe ga je daarmee om? En hoe kun je je voorbereiden op wat gaat komen? Ja. Vooral toch bij God blijven en op God vertrouwen. Op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Ik vind het niet. Het kan niet zo erg worden dat wij helemaal kapot gaan. Dat kan niet. Dat het zo ver gaat. Dus, en voordat jij jezelf ging merken, was je toen ook al zo godbewust? Ja, altijd. Ja? Ben je gelovig opgevoed in die zin? Nee. Nee, ja, toen ik 4 was, ging ik wel naar de kleuterschool. Dan ging ik wel gewoon naar een christelijke basisschool. Maar voor de rest, nee. Ik ben zelf apostolisch opgevoed. Dat is ook een soort aftakking van het christendom. En ik vond dat vroeger helemaal niks. Daar heb ik ook ernstig tegen verzet. Maar ik kan me daar niks meer van herinneren. Dat is ook zoiets vaas. Weet je? Goed, maar goed, in ieder geval... Ja, wat wou ik er nou mee zeggen eigenlijk? Weet ik niet. Oh ja, ja, ik geef het woord terug aan Mirai. Een hele coole onderwerpen dit, sorry. Even kijken. Hoe bereid je je voor op wat er komen gaat? Ja, ik denk gewoon met een positieve blik. Dat wij gewoon echt van afgescheidenheid naar eenheid gaan. Dus ja, neem voor de zekerheid waterflesje in huis en wat eten. Maar blijf vooral in liefde en... laten we een collectief gaan vormen. Dus niet dat je denkt, ik sta er alleen voor. Of dat je in een depressie terechtkomt. Of, oh, wat erg allemaal. Want we zitten heel erg in dat hoofd. Dat is denk ik wel wat ik mee wil geven. En we moeten juist van ratio meer naar het hart. En want daar in dat hoofd zit vooral de angst. Want als er nu iemand voor me staat die zegt van, ik schiet je dood als je die vaccin niet neemt. Dan zeg ik, schiet me maar dood. Ik ga liever gewoon dood. Heel simpel. Ja, dus, als je naar je gevoel luistert, je hart zegt van nee, je wil het vaccin niet. Toch, zeg maar. En als je daarop vertrouwt, dat heb ik ook wel. Want ik moet zeggen, nou, dat vind ik ook wel een goeie. Hoe heb jij ervaren, jij bent altijd al, daarom vroeg ik het ook, jij bent altijd al bewust geweest van die God. Ik ben op een gegeven moment heel erg bewust geworden van dat blijkbaar voor die satanische gekkies het blijkbaar allemaal heel goed werkt. En dat zal wel allemaal echt zijn, dat ben ik op een gegeven moment wel gaan geloven. Maar als dat waar is... is het andere ook waar. En toen ben ik op een gegeven moment ook mijn innerlijke stemmen gaan herkennen. Die ingeving en zo. Van, dat is dat duiveltje en dat is dat engeltje, zeg maar. En sinds ik naar het engeltje ben gaan luisteren, zijn er hele, hele bijzondere dingen gebeurd in mijn leven. Dus... Ja, ja. En dan lijkt het zo waar, want ik heb het ook zelfs getatoeëerd, heel groot, komt goed, lijkt het zo waar, goed te komen. Dus als je op die positieve tijdlijn blijft houden, je realiteit die jij projecteert, die loopt een beetje achter altijd. Maar die zal uiteindelijk mee met jouw gedachten en jouw liefde, zeg maar, mee gaan bewegen in een positieve tijdlijn. Ja, want jouw buitenwereld is een reflectie van jouw binnenwereld. Dus als jij heel erg angstig bent van binnen, zie jij het ook buiten je. En als jij denkt van nou, ik vertrouw gewoon op het leven. Gewoon in flow en gewoon zijn in het hier en nu.
waarom zou ik me zorgen maken over wat de volgende maand komt? Dan... Maar hoe kun je dat praktisch doen wanneer je nu bijvoorbeeld in een depressie zit? Wanneer jij nu alle hoop verloren hebt? Wanneer jij nu, met name als ik dan spreek vanuit de lichtwerkers, wanneer je gewoon moe gestreden bent, hè? Al maanden ben je bezig om mensen wakker te maken en om iedereen in je omgeving op te vangen. Wanneer je gewoon nu zoiets hebt van, nou, kijk om ons heen wat er nu allemaal gebeurt. Ik heb zo hard gestreden, ik ben helemaal kapot. Wat voor advies heb jij voor die mensen? Ja, dan zou ik zeggen mediteren. En dan kan ik wel wat over uitleggen, want dan heb je toch ook wel over, hè, je chakra's in balans brengen. Maar niet een oefening hoor, maar... Gewoon hoe dat gaat. Nee, Chris is allergisch voor oefeningen. Dat hebben we voor mij. Ik stil met mediteren. Ging niet helemaal goed. Gaat het nu 10 keer, jongens? Nee, we hebben in principe 7 chakra's. We hebben er meer, maar de basis zijn de 7. Dan heb je de wortelchakra, die is rood. Dat is jouw basis. Dat is hoe sta je in het leven. Dat is, heb je een baan? Kan je jezelf bedruipen? Dat soort dingen. Dan heb je de tweede, dat is de oranje. Dat is de sacraal chakra. Die is oranje en ja, dat heeft meer te maken met je relaties. Heb jij heilige relaties of heb jij alleen maar shitrelaties? Dan heb jij de derde, dat is je zonnevlecht. Dat heeft meer te maken met hoe sta jij in het leven? Hoe manifesteer jij jezelf? Dat zijn zeg maar de aardse 3. Dus jij moet, als jij gaat gronden, echt met dat mediteren, dan, ja, of aarde, dat is een ander woord ervoor... dan kom jij veel meer in het zijn terecht. Van oké, ik sta op de aarde, ik veranker, ik ben er. Want als jij alleen maar met het spirituele bezig bent, ja, dan wordt het zweverig. Dus waar gaan we dan heen? Dan gaan we naar het vierde, dat is het hartchakra, de groene. En dat is de brug tussen de 3 onderste, de aardse, en de 3 bovenste, het goddelijke. Dus via dat hart, dus ga maar voelen als je depressief bent. Ga er niet voor wegrennen, ga niet... aan de drank, maar voel maar, want wij rennen weg voor pijn en verdriet. Voel maar, het mag er zijn. Waarom moeten we altijd iedereen maar zeggen, het gaat goed met me? Als het even niet goed gaat, is het ook oké. Dus via jouw hart, jij hebt je hart dichtgegooid op een gegeven moment, door al het verdriet. En als jij het gaat voelen, gaat jouw hart weer open. Ik heb innerlijk kindwerk gedaan. Ik heb gewoon 6 weken lang werkt dat door, met een kruik op mijn hart gezeten van het verdriet, van de pijn die er allemaal uitkomt. Het is één groot opzuiveringsproces. En soms wist je niet eens waarom je huilde. Nou, tuurlijk wel. Ja, ik weet het wel, maar ik heb wel eens gehad inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Ga door met je wel, sorry. En dan heb je inderdaad via dat hart, dat is je brug tussen je onderste en je bovenste. Dan ga je naar je keelchakra, je derde oog en je kruinchakra. En dan komen we op corona, kruin. Die willen ze helemaal dichtgooien, zodat jij niet... Want dat is jouw zelfrealisatie. Daar is echt jouw zijn. En dat is het goddelijke. En dan besef je wie je werkelijk bent en wat je hier komt doen. En dat ze helemaal niks over jou te vertellen hebben. Ik wil even teruggaan naar het aarden, het gronden. Kun je daar tips voor geven, uitleggen wat je daar precies mee bedoelt? Kijk, ik weet het wel, maar dat wil niet zeggen dat iedereen het weet. Ja, nou, ik denk dat het heel moeilijk is om in je eentje gelijk vanaf scratch of aan zelf te gaan mediteren. Dus dan zou ik inderdaad aanraden om ergens om een cursus te gaan of mindfulness cursus of bij iemand die dat soort dingen geeft. Want ja, of je doet zo'n geleide meditatie via YouTube, oortjes in. Je gaat een beetje op een cozy plekje ergens zitten op een bank. En dat kan in een lotushouding of in een kleermaker zit. En dat je gewoon tot rust komt. En dan, dan ga je toch naar binnen keren, maar dan kom je wel tot rust. Ja. En in het begin, de eerste paar keren, alles in je hoofd. Oh ja, weer een gedachte. Oh, weer een gedachte. Ja. En reken jezelf daar dan niet op af. Van oké, het komt en het gaat en het is allemaal goed. Ja, nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Vooral die rust. Hè, daar hebben we het in vorige uitzendingen ook al wel eens over gehad. Dat ik zeg van, ja, de meeste mensen die kunnen al helemaal niet eens tegen stilte. Ik bedoel... Bij de meeste mensen waar je thuis komt, staat bijvoorbeeld altijd de televisie aan. Ik ken ook niet altijd echt, de radio aan. Of de computer staat aan. Maar er staat altijd wat aan. En er zijn altijd geluiden. Hoeveel mensen zijn er niet die absoluut niet tegen stilte kunnen? En als ik hun dan vraag van, maar waarom kun je dan niet tegen stilte? Ja, dan hoor ik mijn eigen gedachten. Is heel vaak wat ik... Ik word helemaal zenuwachtig van inderdaad. Als ik te stil is, dan dat kan niet inderdaad. Dan krijg ik paniekaanvallen, kan ik dat zo krijgen. 2 keer gaat in mijn leven. Als ik dus inderdaad... Het is heel confronterend. Dus je bent dus inderdaad op vlucht voor jezelf. Ja. Je wilt wegrennen van jezelf. En als mediteren nou te zweverig klinkt of te ver van je bedshow, ga dan de natuur in. Hoe makkelijk wil je het hebben?
Gewoon de bossen in. Ja. Op je blote voeten. Ja, op je blote voeten, om te aarden, om te gronden. Hoe vaak met je rug tegen een boom aanzitten. Ik bedoel, we hebben het er ook al vaak genoeg over gehad. Alles is energie. En zeker de energie in de natuur. Dat kan je zoveel brengen, zoveel goeds, zo'n fijn gevoel geven. En als jij gewoon, bij wijze van spreken, het kan nu nog. Kijk, als het straks min 10 graden vriest, wordt een ander verhaal. Maar als jij nu gewoon heel veel stress ervaart, en je gaat gewoon de natuur in en je doet je schoenen uit en je gaat met je blote voeten gewoon op het gras zitten, met je rug tegen een boom. Om mijn part ga je een boom knuffelen. Want het helpt, het werkt gewoon. Top van de boom op. Heerlijk, ja. 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 Absoluut. Of gewoon lekker met je voeten door de zee heen lopen, gewoon langs het strand lopen. Dat soort dagen, dat geeft wel echt wel rust in je hoofd. Ja, het gaat gewoon om. Dat soort levende landschappen voor je. Ik liep vandaag langs een weiland toevallig. Langs Beren, Ilpendam, weet ik wat in Ilp. En dan zie je inderdaad alleen maar gras en koeien. En dan denk je, ja. Zeg maar. Ja, toch wel, hè? Terwijl ik het in het verleden, heb ik het wel met jou erover gehad, Chris. Van over de natuur, dat ik je vertelde dat mijn passie, mijn liefde is naar het wat gaan. En daar fotograferen, met name de zonsondergang. En dan zei Chris, ja, ik heb helemaal niks met de natuur. Daar word ik alleen maar onrustig van. En kan ik even een boswandeling maken? Nee. Weet je, lekker romantisch. Maar eigenlijk, dat is mijn oude ik. Hè. Ik moet ook het openstaan voor nieuwe. Ik moet nergens vastzitten, openstaan voor alles. Absoluut, ja. Absoluut. En wat heb je nog meer voor tips, Mirai? Voor mensen om gewoon dichter bij zichzelf te komen. En hun gevoelens gewoon toe te staan. Wat voor handvatten kun je nog meer geven? Begin denk ik eerst met dingen die je doen die je leuk vindt. Want dat is ook heel belangrijk. Ja. 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 En ja. Het hoeft niet eens per se wat op te leveren. Hè? Voor jou, jij hebt het leuk. En, weet het feit dat je al heb je het even leuk, het draagt allemaal weer bij aan het opbouwen van een positief zelfgevoel, zeg maar. Ja. Juist. Want er wordt ons zoveel ontnomen. Ja. Mensen zoeken het ook vaak veel te groot, hè? Van ik moet nu iets heel belangrijks gaan doen. Ik moet nu iets heel groots gaan doen om mezelf beter te voelen. Nou ja, dat vind je ook, hè? Dus, sorry, dat mijn ouders altijd wel zeiden. Dat zijn opvoedende ouders, hè? Jij mag heel veel dingen niet doen. Soms moet je wel eens dingen doen die je niet wil. Weet je wel, moet je op zondag naar de kerk of zo. Ik noem het geks. Maar we zijn nu geen kinderen meer. En waarom zou jij niet alles mogen? Waarom zou je niet alles mogen, bedoel ik? Jij mag ook gewoon inderdaad lol hebben en fijn zijn. Een mooie dag hebben. Maar wat ik bedoelde is dat mensen het vaak veel te groot zoeken van ik moet een andere baan hebben om me beter te gaan voelen. Of ik moet een andere relatie hebben om me beter te gaan voelen. Ja, ja. Maar ik voel me ook gewoon heel vaak shit. En dat het mij bij de strot grijpt. En dat ik denk, oh mijn god, waar gaan we heen? En ja, dan kan je van alles en nog wat gaan bedenken. En dan denk ik van, mijn auto is afgekeurd. Dus ik kan niet meer in mijn auto stappen. Dus kan ik ook niet meer naar het wat. Ik heb ook geen geld, dus ik kan helemaal niks. Maar wat kan ik dan wel? Je kan denken in de beperkingen, in wat allemaal niet kan. Of gaan denken in wat wel kan. Wat ik dan bijvoorbeeld ga doen, even als voorbeeld. Dus ik heb zo'n ring met zo'n vuilniszak erin en zo'n grijper. En ik ga gewoon een uur buiten lopen, zwerfafval opruimen. En dan zeggen andere mensen tegen mij, waarom doe je dat? Je hebt toch geen taakstraf? Ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Ik krijg daar rust van. Ik loop met je vinger met de vuilniszak eraan. Nee, sorry, ga door. Maar oké, dat heb je al verteld inderdaad. En het is best wel bijzonder eigenlijk, want ik zou dat nooit doen. Ja, maar ik kom heel veel leuke mensen tegen. Ik heb er contacten doorgekregen die je normaal gesproken daardoor niet krijgt. Hele leuke gesprekjes met mensen. Je doet iets goeds. Je voelt jezelf er lekker bij. Je bent actief buiten. Je bent in de frisse lucht. Dus het hoeft ook niks te kosten. En dan kom ik na een uur thuis en dan denk ik, yes! En in de vibe inderdaad, en in de frequentie waarin je dan bent, zul je inderdaad alleen maar leuke mensen komen die jouw acties waarderen. Ja, en zo zit je. Jongens, inderdaad, je creëert je eigen realiteit. Af en toe moet ik het even beseffen. Ik laat me echt inderdaad zo vaak afleiden. Want ik zeg het de hele dag tegen mezelf, doordat ik die Mark Rutte weer op tv zie. En heb je weer die externe factor, de externe wereld die naar mij schreeuwt. Toch? Zo moet ik het eigenlijk gaan zien. Waar je helemaal koekoek van wordt. Ja, en dat besef ik nu weer. Ja, morgen staat hij weer de tv te schreeuwen, die Mark Rutte. Maar ik moet hem echt gaan, of ik noem maar even een naam, maar weet je, dit moet ik echt een ander plekje gaan geven. Het is ook een leerproces. Ja, om ermee omgaan. Nou ja, weet je, het zou voor jou ook wel een constant leerproces zijn, wie jij, of niet?
Ja, tuurlijk, maar dat blijft heel het leven. Dat zou niet goed zijn als het niet zo is. We blijven leren tot aan het eind. Alleen, ik wilde iets zeggen, nou weet ik het niet meer. Wat erg. Dat heb ik ook altijd. Nee, oh ja, ik weet het weer. Dat ik ook veel boeken heb gelezen van Eckhart Tolle. Dat was zeg maar goede spirituele leraar. En omdat jij net zei, van, ja, dan denk ik, dat is niet en dat is niet. Dus je bent, al het lijden komt uit het verleden. Dus je denkt aan iets terug wat niet leuk is gegaan. Of aan iets in de toekomst. Van, hey, shit, dat en dat. Terwijl als je nu in het hier en nu bent, is er geen lijden. En is alles prima. Ik vandaag nog. Ik was vandaag een Amerikaanse podcast. Daar is het ook hier over. Dit komt weer zo mooi. Alles valt weer op zijn plekken, Chris. Toeval bestaat niet, mensen. Toeval bestaat niet. Maar Mirai, jij zit hier als een stralende, vrolijke, blije persoon. Maar jij zal ook ongetwijfeld je momenten hebben dat je je gewoon helemaal niet zo happy voelt. En wat doe jij dan? Toevallig vorige week, ik heb daar ook speciaal een video voor gemaakt op YouTube. Omdat ik werd er wel door geïnspireerd. Er waren een paar mensen die een aanval deden op complotgekken. Nou, je weet het allemaal wel. En daardoor ben ik ook trouwens op BitChute gegaan. Dat is een ander verhaal. Maar ja, het was inderdaad... Ik voelde me niet fijn bij. En natuurlijk is dat inderdaad ook over dat proces gesproken nog een stukje ego. Want je voelt je aangevallen. Terwijl als jij gewoon weet wie je werkelijk bent, hoef jij je helemaal niet aangevallen te voelen. Alleen het was ineens in een week waarin toch al veel gebeurde. En dan denk ik van ja, dat is eventjes... Tuurlijk hoort dat er ook bij. En dan mag dat er ook zijn. En dan deel ik dat ook met de mensen. Van ja, ik ben ook even verdrietig. Dus voel maar. Ja, nou, en ook voor deze, als je woede voelt en je bent boos op iets, je bent die situatie maakt mij boos. Ik kan bijvoorbeeld, je wordt gewoon agressief van of zo, dan, wat heb ik nou geleerd? Oftewel, woede is ook is geen reden, dat is een reactie op een emotie, wat dan ook, toch? Geloof ik, zo staat het, geloof ik, ja. En je moet dus nadenken over die woede, in plaats van dat je reageert met je woede en er helemaal niet meegaat en inderdaad die situatie de schuld geeft. Maar het is inderdaad een hele andere... Je moet het omkeren inderdaad. Net zoals de omgekeerde wereld. Net zoals de lockdown. Je moet niet lockdown, je moet open up. Ja, lock up. Open up, want lock up is ook opsluiten. Oh ja, als je hem zo bekijkt wel, ja. Lock you up, toch? Ja. Het is of look up. Hey, kijk omhoog, 2012. Want, hey, geloof je trouwens überhaupt bijvoorbeeld in buitenaards leven, wat dan ook? Dat is een leuke vraag, want ik had dus video's over aliens... En die heb ik er inmiddels afgegooid. Omdat ik er nu niet meer in geloof. Ja. En ik heel heb een hele... Omdat ik zoveel... Ik ben echt down the rabbit hole gegaan. Echt het konijnhol in. En dan kom je zoveel dingen tegen... dat je denkt van ja, maar dit is ook weer vals. Net als die... die commanders? Ashtar Command? Ja. Eén grote scam blijkt dat. Dus dat is wel een new age, hè? Ja, een new age. Oftewel, bedoel je dan ook die channeling? Ook met die Bashar. Geloof ik ook nu niet meer. Ik heb gevolgd Bashar en alles. Maar ik ben ook echt in die Genesis van een angel shit gaan geloven. Want volgens mij dat klinkt voor mij het meest als waarheid, als logisch. Ik heb in mijn hele leven heb ik in aliens gehad. Mijn hele arm zat vol getatoeëerd met aliens en UFO's, letterlijk waar. Dus ik was heel erg aan hangen. Maar wat ik eerst geloofde, wat buitenaards leven is. En wat iets zogenaamd iets heel moois was. De misleiding die die entiteit ons geven, we're here to help you. Weet je wat voor gekke koppen zal betrekken? Toch? Die Bashar. voor de mensen die denken, wat is die Chris nou gek aan het doen? Bashar mensen, dat is een channel, en dat is een kerel die gaat dus op een podium voor een zaal met mensen, net zoals een zaal. Hoeveel mensen zitten er in de zaal hangen nu op dit moment? 200. Nou, ongeveer 200 mensen in de zaal. En dan gaat hij dus in een soort meditatieve toestand. En dan gaat een entiteit, een extraterrestrial, oftewel buitenaards, die gaat hem op geestelijk niveau ergens overnemen. En dan kun je letterlijk met die hoger, higher self-achtige toestand praten. Het aparte is dat deze wezens, en hij lijkt wel echt overgenomen te worden. En er komt een soortje kennis uit, toch? Want het is een zeer geavanceerde, hele interessante kennis om te horen ook. En ook om te weten, maar wat is nou de misleiding uiteindelijk? Net zoals dat Q bijvoorbeeld in mijn ogen 80% waarheid, 20% misleiding. Hierin is de misleiding, we're here to help you, we're here to save you. Maar diezelfde entiteiten blijken dus die duivelse demonen te zijn. Dat wil ik graag geloven. Maar het grappige is, die Bashar dus, die zit dus op het podium. En op het moment dat die entiteit hem overneemt, dan is het...
En natuurlijk goed idee. Toch? Zoiets. Toch? Dan gaat hij, hij praat heel raar. Hij praat heel raar. Moet je wel eens kunnen opzoeken. B-A-S-H-A-R. Bashar. En zo heb je ook The Law of One. En daar was ik ook zo geïnteresseerd in. Dat vond ik zo super gaaf. Daar ben ik helemaal ingedoken. Ja, ik ook. Heel die boeken gelezen. Ik heb ze gekocht zelf inderdaad, ja. Ja. En het, als je daar... Sorry dat ik je weer onderbreek. Chris. Geweldig. Oh, want, nee, heel kort. En dat mag zijn. Want op die Law of One boeken, als ze het bijvoorbeeld hebben over een persoonlijkheid, hè, en dan, dit zijn aliens die praten met zijn vrouw, dat je mag het over vertellen, maar die heet bijvoorbeeld het personal complex. Het is heel moeilijk om te lezen, dit boek. Heel moeilijk. Echt ingewikkeld in materie. En inderdaad, dan denk je van, hoe kunnen ze dat weten? Dat moeten wel de aliens zijn, want die zijn geavanceerder. Maar dan denk ik ook weer van, ja, maar Satan, die weet ook heel veel. En die zit daar gewoon achter. Die weet zoveel. Die is ook geavanceerd daarin. En dan wordt dat gebracht alsof dat je redder is. Maar niemand gaat ons komen hier om ons te redden. Exact. Niemand komt ons redden. Dat moeten we zelf doen. Ik ga even naar de comments. Lydia Blond, ik weet niet of jij deze vraag snapt. Wat zijn de schimmenwaarnemingen met slaapverlamming dan? Zeg mij niks. Zegt het jou wat? Nou, ik heb wel zelf ook ooit eens midden in de nacht een geest gezien. Dus ja, dat is wel een schim. Ik ook. Maar ik heb een slaapverlamming... Nog één keer... ga door. Een slaapverlamming, ja, dat is denk ik dat ze die zelf heeft dan, of niet? Snap ja, ik niet. Zoals ik het interpreteer is dat je dan in je slaap gewoon die schimmen ziet en dat je gewoon helemaal verlamd in bed ligt, dat je gewoon helemaal niks kan doen. Ja, of maar op een beetje wakker wordt of zo, zoiets. Precies, zoiets. Ik heb wel eens een keer gehad, lag ik in bed, omdat ik gewoon, was ik al in de nacht aan het slapen en zondag zat met mijn ogen dicht, het was helemaal donker in mijn kamer en ik zie zo in één keer een zwarte hand zo in één keer op mijn gezicht komen. Ik schrok me dood. En zeker toen ik erachter kwam, dat ik het inderdaad gezien had en dat er natuurlijk niks aan de hand was. Toen was ik helemaal dacht, wat gebeurt hier allemaal? Ik heb zelfs een keer gehad, 2 maanden geleden, zat ik hier ook achter de computer. Mijn kamer is leeg, Joran was niet eens in de buurt. Joran is zijn kat, die altijd kat, heel druk aanwezig is. Ja, maar die was dus inderdaad nu heel druk buiten. Hij was er echt niet. Het was middernacht, 2 uur 's nachts, valt gewoon een storm in de keuken. Kruk valt gewoon om in de keuken. Ik was doodsbang, jongens. Toen heb ik echt een schietgebedje gedaan. Come on. Ja, dat zijn dingen die ik zou vaak meemaken. Dat jaagt mij helemaal geen angst meer aan. Maar ja, dat is maar net wat je erbij voelt. Ik voel daar nooit negativiteit bij, zeg maar. En dan, het komt. Ah, ja, Weet je, als ik er nu... Ik was ook niet echt... Althans, ik was wel angstig op dat moment. Maar ik kreeg het daarna wel vrij snel. Ik bleef niet bang. Ik bleef wel in mijn huis of zo. Dus ik had niet het idee dat het iets demonisch was. En trouwens, daarna heb ik juist een paar momenten meegemaakt. Dat ik eigenlijk letterlijk... Weet je wel, ik zeg dat als voorbeeld. Ik zag die Trump live. En ik zag al die comments aan die zijkant voorbij gaan. Hè? Mm-hmm. 100.000 per minuut. Dus op een gegeven moment zag ik in één keer... Klik hierop. Hup, dat stond er 1 keer. Ik klik daarop, kom ik op een documentaire, op een stukje, toevallig, time, dat het niet zoveel seconden begint het, ging het exact over God weer, en daarna was het volgende puzzelstukje wat ik destijds aan het onderzoeken was, en toen had ik echt een moment van, hey, hier spelen hogere machten mee of zo, en het was echt een emotioneel moment. Alles heeft met divine timing te maken, hè? Alles komt op het moment wanneer het zich manifesteert, niet eerder en niet later. Ik heb nog niet eerder zo'n ring gevoeld in mijn leven al sinds dit jaar. Nee, klopt. Dat heb ik precies hetzelfde. Maar als je het hebt over divine timing, hoe moet je dat zien? Is dat de wet van de aantrekkingskracht? Of houdt dat allemaal verband met elkaar? Hoe moet je dat zien? Wet van aantrekkingskrachten, daar ben ik ook een beetje van teruggekomen. Want ook dat gaat weer allemaal over materie. Hè? Dus jij wilt iets... In de buitenwereld. Dat is mooi, want dat hebben we dinsdag Johan Oldenkamp gehad. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Van het gaat allemaal over materie. Ja, maar ik denk dat je het ook zo kan uitleggen. Dat als jij de creator bent van jouw wereld. En jij gaat je focussen op iets wat jij wil. Dan zou je het in principe moeten creëren. Die gedachtegang is het een beetje. Alleen, als jij dus inderdaad materiële dingen wil. Dat is, ja, er moet inderdaad een verandering vanuit jezelf komen. En dat jij de wereld anders gaat zien, dan komt het op je af op die manier, toch? Ja, maar zoals Johan Oldenkamp het ook een beetje bracht. Van als je echt om materiële dingen gaat vragen. Dan vraag je dat eigenlijk aan de verkeerde energie. Ja, die er weer terug verwacht. Dus dan sta je eigenlijk in schuld.
Dus dan wordt er iets voor terugverwacht. Dus ik denk dat als jij gewoon dingen vraagt vanuit een goed hart, vanuit liefde, vanuit mededogen, vanuit compassie, dat het op een hele andere manier werkt. Maar ik wil jou daar heel graag over horen, Mirai, hoe jij daarover denkt. Ik denk dat je het vragen moet overslaan. Gewoon helemaal wegskippen. En gewoon in flow leven. En dan komt het vanzelf op je pad. Zo denk ik. Oké. Dat is weer een hele andere benadering. Ja. Oké. Ja. Ik ga nog even naar de comments. Ja, alles is energie. Iemand zegt hier... Leuk, Chris, je wordt geholpen en begeleid. Ja, ik denk dat we dat maar allemaal... Zo zie ik het ook. Ik denk dat we allemaal worden geholpen en begeleid. Juist. Maar je moet je daarvoor openstellen. Je moet daar ontvankelijk voor zijn. Ik wil antwoorden. En totdat ik een beter verhaal heb gehoord als wat er in mijn hoofd zit. En zo'n dominant persoonlijkheidsdingetje. Terwijl wel, pas als ik een beter verhaal heb als wat er in mijn hoofd zit, kan ik overtuigd worden van een beter plan. Maar dit is een goed plan trouwens. Dit klinkt goed. Dit klinkt heel goed. Ik denk dat we er wel uitkomen met die positieve flow. Ja, zeker. We zitten volgens mij al helemaal in een positieve flow. Ja, nou inderdaad. Het is een heel positief, leuk gesprek eigenlijk. Of niet? Materiële dingen vragen. Doe je dat vanuit een tekort, dan zul je dat blijven manifesteren. Ja, dus weet je, oh ja, dat wou ik zeggen. Ja. Net zoals dat er een heleboel kennis is verloren gegaan of verborgen is gehouden, is er ook heel veel kennis beschikbaar over karma en over spirituele wetten die er zeg maar zijn. Het blijkt wel echt zo te werken. Kun jij er iets over vertellen? Want hoe werkt het dan, zeg maar? Die wet van aantrekking? Nee, gewoon jouw instelling en hoe manifesteer je dat? Want inderdaad, ben je wet van aantrekking, ja. Nou, dat is in principe wat ik net al zei, van alles in de buitenwereld is een weerspiegeling, een reflectie van jouw binnenwereld. Dus als jij denkt van, je staat op en je denkt van, nou, dit wordt echt geen leuke dag, het regent, en de auto is stuk en dit en dat, dan gaat dat de rest van je leven, de rest van die dag wordt dat. Terwijl als jij een positieve mindset hebt, ja, het gaat allemaal om mindset, zeg ik wel eens. Ja. David Icke zei het gelukkig zo, sorry. En daar komt die uitdrukking ook vandaan met het verkeerde been uit bed stappen. Heel simpel, maar dat is gewoon zo. David Icke zei zoiets worden dan momenten worden habits. En habits worden gewoonten. En gewoonten worden weer depressies uiteindelijk. Weet ik van wat uit. Een heel rijtje. Waarin hij dat beschrijft, David Icke. Dat was geniaal hoe hij dat ook noemde. Maar over dat tekort wat ik dan net zag in het beeldscherm. Alles, als jij gewoon, je bent al heel en compleet. Dus in principe heb jij geen relatie nodig. Want je kan het prima met jezelf vinden. Alleen wij mensen denken altijd vanuit een tekort en vanuit een... Dat is met alles. En daarom willen wij dingen. Juist. En dan praat je weer over gehechtheden. En dan praat je weer over de Boeddha. Wat de Boeddha zei, alles waar je aan gehecht raakt, dat brengt jou, dat zorgt voor lijden. Juist. Ja. En trouwens ook een hele goede tip voor self-help. Dat is die Wayne Dyer. Die ken je ook vast wel, denk ik. Wayne Dyer. Zeker weten. Ja, ik wel. Nou, want hij zegt ook, hè. Je moet nergens aan vastzitten. Attached to nothing and open to everything, inderdaad. Maar je moet nergens aan gehecht raken. Nee, attached is gehecht raken. Want, wat jij zegt, Mirai, dat zal inderdaad... Het leed is hetzelfde als de liefde voor hetgeen wat je wou. Alleen, het zit op dezelfde lijn, maar dan twee verschillende punten, zeg maar. Oftewel, je zal het allebei moeten meemaken. Als jij te veel ergens aan hecht, zul je ook het leed erbij moeten nemen, zeg maar. Juist. En ook het niet claimen, hè. Niks om willen claimen. Yes! Dit is echt een opmerking van Vic Seep. Hij zegt, roep tot hem in uw nood. God is liefde en in hem is geheel geen duisternis. Nou, op zich kan ik daar best wel wat mee. Ja, wil ik één ding op zeggen. Dat vind ik altijd zo apart en jammer van de Bijbel. Maar het is natuurlijk 2000 jaar oud, of weet ik hoe oud het is, of jong. Het is allemaal van dit soort praat. Wat stond er nou? Heel Bijbels geschreven stond het er, weet je wel. Het is helemaal van, ja, net zoals dat je naar de kerk, en als je dan heel veel christenen doen, en die van, weet je, roept hem tot in uw nood. Weet je, net als een makkers staakt uw wild gras. Dat zijn die uitspraken. Dat klinkt toch een meter, mensen. Doe gewoon, hey God, thank you God. Of zo. Ik vind deze wel heel mooi. Je kunt ook je eigen vriend zijn. Een ander kan bijvoorbeeld ook je vriend zijn. Dus waarom niet? Jijzelf. Ja, dat ben ik helemaal met Marietje eens. Ja, absoluut. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf mijn beste vriend geworden. En dat bevalt mij heel goed.
Nou ja, in die zin, ik ben, weet je, dat zeiden ze bij mij toen in de kliniek. Van, ja, want ik vond mezelf altijd fantastisch. Maar eigenlijk was ik mezelf constant aan het slopen met mijn drugsgebruik en noem dan maar op, weet je. Dus waarom, als jij jezelf zo fantastisch vindt, waarom loop je er nou zelfs een mogol bij, zeg maar? Weet je, en als je, oftewel, je hebt waarschijnlijk een heel laag zelfbeeld. En dat kan ik me niet voorstellen, ik heb een heel laag zelfbeeld. Nee, maar eigenlijk had ik wel een heel laag zelfbeeld. En als je dat gaat realiseren en echt gaat erkennen of gaat, weet je wel, voor jezelf gaat onderzoeken. Nou, dat is al het halve werk, ja. Wat ja. mij trouwens opvalt, is wanneer jij praat, Chris, dat we Marij niet horen. Dus daar moet je wel even rekening mee houden, want af en toe dan wil zij wat zeggen, maar als jij dan gehoord bent, nee, maar dat op een of andere vreemde manier is het dan net alsof jouw microfoon uitstaat, Marij. Dat is heel apart. Nou ja, wat ik dus eigenlijk inderdaad even wou inhaken op wat Chris net zei over die Bijbeltekst. Ik heb toen een video gemaakt over het Christusbewustzijn. En ja, dat heb ik toen echt, ook daar weer helemaal is me daarop aangevallen. Van ja, dit en dat. Toen ben ik daarna een vervolgvideo gaan maken. Van nee, maar jongens, zo bedoel ik het niet. Het Christusbewustzijn, dat moeten wij in onszelf zien te gaan vinden. Het begrip en de compassie en die mededogen. Dus dan kan je met bijbelspreuken en teksten en gaan komen en iedere zondag in de kerk gaan zitten. Maar als jij vervolgens naar iedereen gaat oordelen, veroordelen en... gaat roddelen bijvoorbeeld, wat heeft die Bijbeltekst dan mee te maken? Dus dat Christusbewustzijn, dat gekristalliseerde lichaam, daar moeten we naartoe gaan. En dan gaan we naar 5D, dan gaan we naar eenheid. En dan zie jij een ander als een andere versie van jou. Juist, juist, juist. Ja, ik probeer dat wel af en toe wel zo te zien, hè. Want die uitspraak heb ik vaak gehoord. Als wij, alle mensen om ons heen, dat zijn eigenlijk hetzelfde stukje bewustzijn, maar dan in een andere fase of een andere, weet je, snap je? Maar dat probeer ik dan ook echt zo te zien. Dat die mensen die ik dan zie, dat had ook jij kunnen zijn. Of probeer je in te leven in je buiten. Ja, exact. Uiteindelijk zijn we eigenlijk allemaal één. Ja. Ja. Wat kun jij mensen verder nog meegeven voor adviezen? Om, hè, 22, want, 22. Dat vinden mensen ook altijd zo spiritueel. Het is weer 22. Ja, dat vind ik wel een mooie ezelsbrug. Naast de tips, wat vind jij van dit soort nummerachtige toevalligheden die ik wel vaak zie? Ik zie ook heel vaak 1, 2, 3, 4 of weet je, dat soort dingen. Ja, ik zie heel vaak 1, 1, 1, 1. Ja, dat zijn ook weer boodschappen, hè, van de engelen en dat je goed op je pad zit. En, Ja, klopt. Ja, en normaal was ik dat helemaal niet bewust. Op een gegeven moment begon ik wel heel vaak te zien 1, 2, 3, 4. Nou, ik zat toch, nou ja, ga je Google 1, 2, 3, 4. Nou, dan kom je inderdaad achter dat betekent dat je op de goede weg bent. En soms heb ik ook wel eens 2, 3, 4, 1. Weet je wel, 10:30, 12 s'avonds. Of dan staat het, maar als het door elkaar staat, is het dan, zeg maar, in die zin dat het dat je leven een rommeltje is? Of is het nog steeds in dezelfde way sequence? Dus dat je dat gewoon wel als die boodschap kan ervaren. Nou, ik heb ook wel eens een video gemaakt over synchroniciteit en numerologie. En je hoeft niet iedere keer ook bij elk cijfertje te denken van, oh, ik heb nu 2-2, nu zal ik wel een slechte dag hebben of zo. Weet je wat? Dus ik heb nu 4-3-2-1. Ja, dan ga ik gewoon ook aflopende inderdaad... Precies. Ja, numerologie, daar had ik van de week ook weer een podcast over gehoord. Crow 777, mensen, CROW 777. Dat is, ik weet niet, ken je dat toevallig? Crow 777? Iedereen? Nee. Nou, dat is super interessant. Die gasten, die zoeken alles helemaal tot de bodem uit. Hebben allerlei deskundigen. En dus ook een podcast, vooral luisteren is dat. Maar goed, onder andere over numerologie. Dat is een pittige aflevering. Althans, het is echt droge stof, weet je. Want er zijn, zeker die elite, die gebruiken heel veel van die numerologie. Want die communiceren ook voor een deel daarmee. En als je weet wat voor aparte rekensommen, of weet je wel, hoe dat op wordt gebouwd. Wat weet jij bijvoorbeeld van numerologie? Bijvoorbeeld het Chrome en van Microsoft, dat is ook al het 666-logo. En als je, heel veel dingen en symbolisme ook, het wordt gewoon their downfall. Dus allemaal één grote shit. En wat de vraag van Inge wilde ik graag nog even beantwoorden. Van wat kan je de mensen nou meegeven? En dan wilde ik eigenlijk toch nog wel zeggen van ik weet niet of je weet het pay it forward principe. Maar als jij iets goed doet, dan wordt dat een rimpeleffect en dan gaat dat door naar de mensheid. Ja, dus, wel, zonder dat je er voor terug wil, bedoel je toch? Begin bij jezelf. Jij schiet dat alvast voor, dat je de goede wil, toch? Juist, juist. Ja. En verder? Heb je nog meer tips?
Volg je hart gewoon. Blijf meer voelen en meer vanuit je hart in plaats van vanuit dat hoofd altijd maar. Maar als we het nu hebben over de angst van mensen, en dan kijk ik ook naar mezelf. Mijn grootste angst in dit hele gebeuren is de angst voor verplichte vaccinatie. Dat is echt mijn grootste angst. Voor de rest heb ik zoiets van, ik zie het allemaal wel en ik leef gewoon door zoals ik dat eigenlijk constant al heb gedaan. Gewoon vanuit liefde, vanuit goedheid, vanuit compassie, mededogen. Maar ik blijf die angst houden voor gedwongen vaccinatie. Hoe ga je daarmee om? Door in het hier en nu te blijven. Jij weet niet of het überhaupt gaat komen. Misschien is dit ook wel weer angst zaaien. Ja, zodat ze kunnen voeden op jouw angstenergie. Ja. Misschien gaat dat helemaal niet gebeuren. En wat als jij op die positieve tijdlijn zit, dan gebeurt het ook niet. Precies, want dat wou ik net zeggen. Dat schrijf ik net op, want je switcht altijd je hele leven al tussen dimensies. Daar zijn we dus niet bewust van. Wij zullen ons dus ook niet bewust zijn van die slechte tijdlijn. Als wij ons aan de goede tijdlijn blijven bewandelen, dan zullen we inderdaad zien dat COVID langzaam uit ons leven gaat verdwijnen. En dat alles misschien wel weer een nieuw, acceptabel normaal wordt, wat dan ook. Maar je zal zien dat het, lijkt me, je zal zien alsof ik het weet. Ik heb het net verzonnen, maar goed, snap je wat ik bedoel? Het kan de goede kant op gaan en je zal je niet bewust zijn dat het ooit een slechte kant op had kunnen gaan. Hoe vaak maken wij ons druk om dingen die nooit gaan plaatsvinden? Exact. Nou, dat was de uitspraak van mijn vader. Mijn vader is in 2000 al overleden, maar hij zei altijd: een mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest, wat meestal nimmer opkomt dagen. En dat heb ik altijd onthouden. Want het is gewoon heel vaak zo. Ik heb soms stress voor dingen en dan voel je dat uit en dan denk je: oh mijn god, heb ik me daar zo druk om gemaakt? Heb ik nachten voor wakker gelegen, echt uren op de wc gezeten in de scheiterij, alleen maar van de stress. En dan heb ik het gedaan. Het was eigenlijk ook nog een hele fijne ervaring ook. Hè, Mirai? Dat je voor de uitzending nog heel snel naar de wc moet. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ook gewoon wat ik als tip nog even te denken, wat mij heel erg heeft geholpen. En een heleboel mensen die mij kennen zullen denken van, je bent nog steeds asociaal, wat dan ook. Maar in ieder geval, probeer te leren van je eigen gedrag. Als jij net, wat Inge, als jij net zegt, je komt erachter dat je al die tijd hebt gestrest om iets, en terwijl het eigenlijk nergens over gaat, probeer dat de volgende keer ook even te herinneren, als je weer uit je plaat gaat, toch? Dat precies. Dat heel veel mensen vergeten dat eigenlijk. Ja. En ik zelf ook, hoor, by the way. Dat is de leerschool. Ik wil toch nog even weer teruggaan naar het Trump en Poetin verhaal, want daar zie je toch nog best wel veel comments voorbij komen, hè? Zoals Jeroen Jan zegt, 3 minuten. Trump en Poetin zal de waarheid onthullen. Ja, ik geloof er helemaal niet in. Ik geloof dat mensen daar zich nog steeds aan een strohalm vastklampen. Dat denk ik ook. Wij leggen ons kracht uit handen. Wij geven ons kracht altijd uit handen. Ja, ja, het is nog steeds de externe wereld die dit allemaal ons aandringt. Hè? Ja. Ja. Het komt goed gaan. Even kijken. Ingemans, we hebben ook nog zoveel voor de volgende keer. Hè? Of wil je nog heel lang doorgaan? Dat maakt niet uit. Maar... ja, precies. Hoe vaak zou de atoomboom al op Nederland vallen? En ik was echt bang toen. Ja, dat vind ik een hele mooie. Want bam, de bom. Ik weet dat nog allemaal. Al die acties. En, oh mijn god. Dat ik dacht van, nou, we gaan er allemaal aan. De bom gaat vallen. Het wordt één grote ramp. Ja, het is niet gebeurd. Dus daar zaten ook al zoveel mensen toen gigantisch over in de stress. Ik ook. Jaren 90 toen ik op school zat, zeiden ze dat rond deze tijd eigenlijk al het pal al gesmolten waren. En wij allemaal al verdonken waren natuurlijk. Dus. Nou, precies. Dus, maar dat is hetzelfde met 5G ook, hè? Tot nu toe. Hè, 5G, want we zouden allemaal al bestuurbare robots zijn geworden. Chris. Hij komt. Wacht even, waar is hij nou? Ik moet een heel belangrijke comment weergeven. Oh, kijk eens Chris, wat hier nu in beeld komt. Doe nou. Chris, jij bent 100% gegroeid vanaf het moment dat je het podium bent gaan doen. Nou, is dat nou mooi? Dank je wel, Arie. Echt zo top. Oké. Maar het podium is vanavond voor Mirai, mensen. Het podium is voor Mirai, absoluut. Het podium is alweer voorbij. En het podium is ook alweer voorbij. Ja, zo snel gaat het. Super mooi gesprek. Nou ja, ik ga je echt heel snel weer terughalen bij ons, want er zijn nog genoeg onderwerpen waar wij nog uren over kunnen praten. Dus ik hoop dat jij ook de tijd gaat vinden om binnenkort weer bij ons te zijn.
Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je aanwezigheid. Ik vind het heerlijk dat je bij ons bent. Ik vind het heerlijk om jou bij ons op het podium te hebben. Ik wil even al onze kijkers heel hartelijk bedanken. Ik wil ook weer iedereen vragen om ook deze uitzending weer te gaan delen. En ik heb nog wel een belangrijk bericht te melden. Oh ja. Huishoudelijk bericht. Jullie zijn allemaal gewend dat wij op dinsdag en donderdag het podium doen. Maar dat gaan we veranderen. We gaan nu naar de maandag en de woensdag. En daarbij zeg ik dat het misschien ook nog wel eens een keertje voor zal komen dat we een dinsdag of een donderdag erbij gaan pakken. Bijvoorbeeld voor Mirai. Want we zitten de komende 2 maanden al helemaal volgeboekt. Dus we kunnen altijd nog een extra uitzending gaan doen. Maar we blijven via De Haan het voorlopig gewoon doen, via de pagina van De Haan. En het tijdstip zal ook gewoon van 9 uur tot 10:30 blijven. Maar het wordt dus de maandag en de woensdag. Woensdag. Maandag en woensdag. Ja. Maar uiteraard gaan we er alles over vertellen. Nogmaals, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Het laatste woord geven we aan Mirai. Heb jij nog een boodschap mee te geven aan de kijkers voordat we afsluiten? Nou ja, ik wil sowieso jullie bedanken voor deze uitnodiging. Ik vond het een super avond. En ja, mensen, blijf positief. Blijf vertrouwen, blijf hopen. Het goede en het licht zal gaan winnen. En als jullie interesse hebben, ik zit op YouTube. Bewustzijn is bewustzijn. Ja. Dat is ook wel een gouden slogan. Ja, mijn slogan is alles is een scam. Dat is een beetje negatief. Maar bewustzijn is bewustzijn. Nou, dat vind ik echt heel cool. Mooie afsluiting ook. Top. Leuk, man. Ik plaats hem even in beeld. Als ik dat kan zien. Want ja, ik ben natuurlijk zo kippig als wat zonder bril. Ja. Bewustzijn. Bewustzijn. Nee, andersom. Nee. Hij is helemaal goed. Hij is goed. Zijn. Dus je moet zijn, bewust zijn. Ja. Ik dacht, je kan hem eigenlijk allebei op lezen. Het is een anagram, maar dan in een gezegde. Maakt niet uit, ik zit weer te brabbelen. Bewustzijn is bewustzijn. Yes. Iedereen prettig af. Dank je hartelijk. Ik dank alle kijkers. En we zeggen tot de volgende keer. Tot heel snel. En dat is maandag. Dat is maandag. Yes. Doei. Doei.